Goedemiddag allemaal. Ik heet jullie graag van harte welkom bij de nieuwe bibliotheek hier in Almere. Het lijkt mij een heel toepasselijke locatie natuurlijk, omdat de bibliotheek huiskamer van de stad is en platform voor het uitwisselen van kennis en informatie. Maar ook omdat Almere een bijzondere stad is. De stad is slechts 50 jaar oud en is eigenlijk ontstaan op basis van een unieke visie op de architectuur van de stad. Dus ik hoop dat jullie dat ook de nodige inspiratie biedt vanmiddag van wat er allemaal mogelijk is met een goede visie op de architectuur. Dank. Dankjewel voor deze mooie introductie. De microfoon gaat met jou mee. Dankjewel voor deze mooie introductie. We zijn hier graag te gast. Het is een huiskamer van de stad, maar ook een keuken van de stad vandaag. Want wij gaan vandaag een keukentafelgesprek doen. Een keukentafelgesprek over architectuur en informatiehuishouding. En ik zie daar enorm naar uit. Ik ga erbij zitten. Goedemiddag allemaal. Even kijken of ik de goede afstand heb tot de microfoon. Ik zie dat dat goed is. Mijn naam is Nathan de Castel. Ik ben niet Arre Zuurmond. Die had u hier wellicht verwacht voor dit keukentafelgesprek over architectuur en informatiehuishouding. Maar helaas is hij door ziekte niet in staat om dit gesprek nu te leiden. Zal dat binnenkort wel weer zijn en dan zien we ernaar uit om dat weer onder zijn leiding te doen. Maar voor vandaag hebben we een prachtig thema en een prachtig panel. Twee keer een uur waarin we in gesprek gaan over architectuur in relatie tot informatiehuishouding. En wat is nou het belang van die architectuur voor die informatiehuishouding? Onze centrale stelling vandaag is: zorgt falende IT-architectuur voor een dito informatiehuishouding? En ik denk dat we in die stelling dan mogen lezen dat die informatiehuishouding ook faalt. En ik denk dat dat een prachtig onderwerp is om over in gesprek te gaan. Ik heb 5 gasten aan tafel voor het probleemstellende deel van dit gesprek. En dat zijn Erik Brouwer, strategisch adviseur van de ICTU. En ik ken jou vooral ook van de Nederlandse overheidsreferentiearchitectuur, van de NORA. Daan Rijzenbrij, links in het midden. Aan de rechterkant, architectuurspecialist, heel actief ook op social media en in het schrijven van boeken over architectuur. Heeft ook een open brief geschreven aan onze staatssecretaris voor digitalisering. Ik heb aan tafel Frank Hendriksen, de voorzitter van de strafrechtarchitectuur. Frank, je zit hier rechts naast mij. Welkom. Jeroen Graven van het programma Architect Open op Orde bij RWS. Excuus, ik ga even de verkeerde kant op, maar de microfoon staat daar in het midden. En Harry Koster, kennisarchitect van de Raad voor de Rechtspraak. Welkom aan tafel. Een prachtig onderwerp, natuurlijk extra urgent geworden nadat de hersteloperatie kinderopvang toeslagen van start ging. Het rapport Ongekend Onrecht, het vorige kabinet is daarover afgetreden. En dat heeft een enorme impuls gegeven aan die informatiehuishouding. We zagen opeens een versnelling in de transitie van WOP naar WO, wet open overheid. We zagen een transitie in de aandacht voor informatiehuishouding op orde krijgen. Omdat we natuurlijk met elkaar vaststelden dat de informatie niet altijd op het juiste moment op de juiste plek beschikbaar was. Dat ons dat niet in staat stelde om ons goed te verantwoorden. Dat het ons niet in staat stelde om de juiste informatie op het juiste moment op de juiste plek te hebben om een besluit te kunnen nemen. En dat op het moment dat die informatie op een verkeerde manier gedeeld wordt, er ook nog van alles mis kan gaan. Nou, best een hele zware problematiek. Ik denk dat we best kunnen zeggen dat dat voor de Nederlandse overheid een van de grotere trauma's is van de afgelopen periode. Samen met natuurlijk nog weer andere trauma's die er ook zijn. En ik zou eigenlijk willen aftrappen, Daan, met jou. Je hebt een open brief geschreven aan de staatssecretaris om die aandacht op architectuur te vestigen. Wat is jouw belangrijkste punt wat je haar meegaf? Wat is volgens jou de belangrijkste oorzaak van falende IT-architectuur? Dan moet het vraagteken worden vervangen door een uitroepteken. In het begin, toen Arre was aangesteld, hebben wij een aantal telefoongesprekken gehad. En toen zei ik van, wat ga je met de architectuur doen? Ja, nee, dat moest nog worden uitgezocht en zo. En er waren nogal tegenstrijdige berichten en zo. Ik zeg, je kan niet over informatiestromen, over informatieverkeer, over informatiehuishouding spreken zonder architectuur. Neem bijvoorbeeld een stad als Almere. Is het nou ontwikkeld door eerste wegen aan te leggen? Of is die ontwikkeld door te zeggen, daar komen de ziekenhuizen en daar komen de scholen en daar komen de bungalows? Je gaat dus eerst de architectuur maken en dan zeg je van, ik ga het wegennet doen. Dus ik vind het je reinste waanzin om de informatievoorziening te verbeteren zonder dat je de architectuur aanpakt. En jouw stelling is dus dat die architectuur ontbreekt? Ja, ik heb in de voorbereiding hiervan heb ik 7 stellingen opgeschreven.
Dus ik heb Maar is dit een stelling? Die architectuur is er niet. Die architectuur is er niet. En als dan een bijvraag die haar ook stelt van waarom is het niet populair genoeg bij de business? Ja, dit is helemaal niet meer voor de business. Die begrijpt er niks van. Ja, er moet dus een architectuur komen. Erik, mag ik eens naar jou gaan? Is die architectuur er? Ik denk dat er heel veel architectuur in Nederland is. Nederland is een van de voorlopers in Europa op het gebied van overheidsarchitectuur. In 2005 is dat in Nederland gestart. Dat er nationaal afspraken werden gemaakt over de overheidsarchitectuur. En daarvoor waren al heel veel architecturen bij overheidsorganisaties of bij provincies, bij waterschappen, bij gemeenten. Er zijn heel veel architecturen gemaakt toen. We zijn in Europa echt een voorloper. We hebben recent nog een stuk gepubliceerd. Het is weer als een voorbeeld in Europa opgenomen als voorloper. En je kunt het hebben over falende architectuur. Maar je kunt het ook hebben van, we zijn aan het groeien. Het is een heel jong vakgebied. Hè. Deze stad is 50 jaar oud. Zoetermeer is 1000 jaar oud. En daar hebben ze meer ervaring. Maar er is ook heel veel ervaring in de bouw. En er is veel minder ervaring met ICT-architectuur. Maar die ervaring in Nederland is wel heel groot al. En als je het op zo'n manier bekijkt, dan kun je het nog wel verbeteren. Maar ik zou niet de stelling willen zeggen van dat architectuur de oorzaak is van het falende applicatielandschap. Het is gewoon een zoektocht om die combinatie te maken tussen architectuur en programmamanagement. Die gaan we zo verder brengen. Jij zegt er zijn wel degelijk basis voor die architectuurontwikkeling. Eventjes naar jou, Frank. Voorzitter van de strafrechtarchitectuur. Hoe gaan jullie daar in de strafrechtketen mee om? Nou, wat ik denk, wat daar heel goed gelukt is, is dat je architectuur echt aanvullend laat zijn van de besturing die je in de strafrechtketen met elkaar wil organiseren. En dat is wat ik in veel overheidsarchitecturen tot nu toe niet terugzie. Is eigenlijk dat je de randvoorwaarden goed ingevuld hebt over van, nou, ik maak een architectuur, maar voor wie maak ik hem dan eigenlijk? En wat is zijn die opdrachtgever, wat is die eigenlijk bereid te gaan doen daarmee? En heb ik dat dan ook georganiseerd dat je dat met elkaar kan doen? Het heeft niet zoveel zin om een architectuur te maken voor iemand die eigenlijk niet bereid is daar echt daadwerkelijk iets mee te gaan doen. En eigenlijk moet je ook niet meer architectuur maken dan dat wat degene bereid is te gaan doen. En dat gebeurt denk ik nog te vaak. Dus jouw stelling is eigenlijk dat op het moment dat je een hele duidelijke opdrachtgever hebt, dat je daar een eigenaarschap hebt van zo'n architectuur en ook van het oplossen van de informatiekundige problemen die daar weer achter schuil gaan, ja, dan heeft het zin. Ja. Maar als je dat niet collectief hebt, dan is dat niet zo. Klopt. En zou je daarmee ook de stelling aangaan dat dat eigenlijk op overheidsniveau, hè, de overheid is een veelkoppig monster, dat dat eigenlijk niet mogelijk is? Ik denk wel dat dat mogelijk is, maar het is iets waar je wel zorgvuldig naar moet kijken hoe je die besturing wil organiseren. En ik denk eigenlijk dat je daar niet moet negeren dat je daar organisatorische aanpassingen voor aan moet maken. En misschien zelfs wettelijke aanpassingen. Want de verantwoordelijkheden die je daarvoor moet beleggen, die zijn onderdeel van het discussiëren van hoe ga je nou die digitalisering goed ondersteunen. En ik denk dat daar de veranderaanpak ook heel duidelijk onderdeel van moet zijn. Als je kijkt naar de strafrechtketenarchitectuur, daar hebben we met elkaar eigenlijk gezegd, we gaan ons de eerste jaren eerst eens focussen op het verbeteren van de interoperabiliteit. We zeggen dus helemaal niet hoe nou precies het applicatielandschap in de strafrechtketen eruit moet zien. We zeggen alleen dat we met elkaar een proces ingaan om de uitwisselbaarheid van gegevens te verhogen. Dat is een hele bewuste keus, omdat op dat niveau de draagvlak van de besturing gevonden kon worden. Een niveau daarboven, dat is nu langzamerhand in opbouw. Maar dat is echt een ontwikkeling die je met elkaar een aantal jaren doen moet. Dus in die zin sluit ik me echt aan bij het feit van, kan de overheid dit soort veranderingen wel aansturen? Ja, het is een opbouwfase. Het is een opbouw. Jeroen, mag ik even naar jou toe? Hè? Open op orde Rijkswaterstaat. Deel je die mening? Heb jij eenzelfde soort ontwikkeling, zie je die bij Rijkswaterstaat, als die in de strafrechtketen plaatsvindt? We gaan in dit gesprek naar van, er is geen architectuur. Iets dichter bij de microfoon. En hoe pak je de verandering aan? Als ik kijk naar onze organisatie, dan herken ik zeker wat hier geschetst wordt. Ja, er is architectuur. Ja, er is een veranderaanpak. Maar het gedeelte van de architectuur dat wij daadwerkelijk realiseren en het naleven ervan, dat is een heel ander vraagstuk. Het is net alsof je in die stad Almere alle wegen en gebouwen uittekent, maar er maar een paar gerealiseerd worden. En dan is er alweer een andere stad die de aandacht krijgt. En daar zit bij ons vooral de uitdaging. Hè? Hoe zorgen we dat we die besturing van die architectuur, het naleven ervan, ook daadwerkelijk oppakken? Dus het is niet alleen het hebben van een architectuur, het maken van een architectuur, het hebben van een architectuur, het naleven van een architectuur en vervolgens ook bouwen binnen die architectuur om correct. Het goed voor elkaar te krijgen. Ja. Harry, mag ik naar jou toe? Want jij zit in diezelfde keten, hè? Die strafrechtketen. Deel jij deze mening? Het is een langzaam proces wat opgebouwd moet worden. Ja. Waar we nog maar aan het begin staan van wat we kunnen als overheid.
Ja, zeker. Ik herken veel van wat er aan tafel gezegd wordt. Ik ben kennisarchitect. De naam is een beetje misleidend, want architect zou me zien kunnen duiden op IT, maar dat is juist niet zeg maar, mijn achtergrond. Het is vooral kennismanagement. Ik deel de mening van mijn tafelgenoten dat falen, als er gefaald wordt, falen we met z'n allen. Namelijk als gebruiker, als organisatie, als één overheid of als de trias politica. Hè. Rechtspraak is natuurlijk een derde staatsmacht. En ik ben het helemaal met je eens dat wanneer je zeg maar, een architectuur ontworpen hebt, je ook de verantwoordelijkheid hebt als gebruikers om daar vervolgens ook gebruik van te maken. En je te houden aan de spelregels die je met elkaar hebt afgesproken. En misschien een goed voorbeeld daarvan binnen de rechtspraak. Met name als het gaat om zeg maar, alle informatie en kennis op juridisch vlak. Die zijn wel eens vastgelegd in boeken, bronnen, uitspraken enzovoort. Maar ook in de hoofden van mensen hebben wij zeg maar, de afgelopen jaren samengebracht in één kennisomgeving. Die is heel erg mooi samengebouwd met de architectuur, met de IT'ers. Daarbij is heel goed de balans in de gaten gehouden tussen wat de organisatie wil, wat de gebruiker wil en wat het team wil. Er zijn goede afspraken over gemaakt, maar daarmee ben je er niet. Vervolgens moet je het gaan gebruiken. Vervolgens moeten de mensen, de rechters, de gerechtsjuristen zich senang voelen om hun kennis te delen. Zodat Maastricht weet wat Groningen doet en Groningen weet wat Rotterdam doet. Zeker in het licht ook van de toeslagenaffaire. Ontzettend belangrijk dat er op die manier met elkaar wordt gecommuniceerd. En een kennislandschap, een kennisomgeving biedt daar bij uitstek de mogelijkheid voor. Mits gebruikers zich conformeren aan datgene wat ze met elkaar hebben afgesproken en mits IT ook monitort of het goed gaat. Ja, ja. Dus je voegt eigenlijk een element toe aan de discussie en dat is die kennis, die moet ook gebruikt worden. Die moet ook willen delen met elkaar en die cultuuraspecten die daaronder zitten van samen of alleen, die zijn belangrijk voor het nadenken over hoe je dit goed vormgeeft met elkaar. Zeker. Daan, we komen terug bij jou. Ik weet niet of de microfoon daarvoor teruggeschoven wordt of niet. Eigenlijk stellen we vast met elkaar dat er wel architectuur is op allerlei gebieden. Overkoepelende architectuur is nog weer een heel ander vraagstuk. En daar zegt Erik eigenlijk ook van we staan nog maar aan het begin. Wat zijn nou de centrale elementen die we bij de kop moeten pakken om een stap vooruit te zetten? Een moeilijke vraag. Ik denk dat het hele architectuurdenk bij de overheid daarna dient te worden gemoderniseerd. Mm-hmm. Dat er een aantal disruptieve maatregelen moet worden genomen. Ik ben bezig met een aantal architectuurverhalen bij ondernemingen. Dan moet je denken aan ABN AMRO, Shell, Rabo. En daar denk ik van, het is mogelijk dat de overheid binnen 5 jaar op hetzelfde niveau is als die ondernemingen. Maar er moet wel wat gebeuren. En wat moet er dan gebeuren? Met gebeuren hebben we het over willen, kunnen en doen. Je moet het willen. De sense of urgency bij de overheid is nauwelijks aanwezig. Of tenminste in onvoldoende mate. Ik heb helemaal geen substantieel budget gezien van het kabinet. Willen. Ik denk dat er een heleboel bekwame architecten bij de overheid zijn. Maar die hebben wat ondersteuning nodig. Dus dan zeg ik, huur wat externe coaches in. Die zorgen dat die mensen beter uit de verf komen. En doen. Ja, dat is een beetje van beslissen. Je moet het gewoon doen. We hebben niet de tijd om nog eens een keer... Nou, je zegt willen kunnen doen. Ik begrijp de randvoorwaarden. Hè. Er is geen groot budget voor ICT uitgetrokken. Althans niet een centraal budget voor ICT of voor architectuur op dit moment bij het coalitieakkoord. Tegelijk denk ik, als er wil ooit is geweest, dan is het nu. Met een staatssecretaris die coördinerende digitalisering in ieder geval verder probeert te brengen. Met een aantal randvoorwaarden en financieringstromen die wel op gang komen. Hè, zowel in de zorg als rondom de grote uitvoeringsorganisaties als rondom de generieke digitale infrastructuur. Dus laten we nou eens eventjes indenken. Hè, laten we zeggen dat willen, dat er wel is. Ik ben met je eens dat dat een aanname is. Hè, maar laten we nou eens toch zeggen dat willen er is. Wat zijn dan de eerste drie interventies? Hè? Jij noemde disruptieve interventies. Wat zijn nou de eerste drie interventies die een staatssecretaris of een ministerraad zou moeten afkondigen om die stap voorwaarts wel te maken? Mensen inhuren vind ik nog te vaag. Drie om te beginnen. Stel een chief architect op die op gelijke hoogte staat met CAO Rijk.
Mm-hmm. Want het is, ik bedoel, een CRO die zorgt dat de boel loopt. Een architect geeft kaders. Dus je moet op gelijk niveau. Mijn tweede disruptieve maatregel zou zijn, zet alle architecten, de kaders zetten de architecten van de overheid bij elkaar. Dat zie ik bij ABN AMRO, dat zie ik bij RAMO. De solution architecten mogen in de ministeries en de uitvoeringsorganisaties blijven zitten. Maar zet ze bij elkaar en rouleer ze ook. Je drie jaar doe je verkeer en waterstaat en daarna doe je drie jaar justitie. Dat houdt de mensen fris. En nu zitten ze allemaal in hun eigen, cocon. En dat werkt niet goed. Als derde zou ik zeggen van architectuur is een visuele aangelegenheid. En ik zie dikke rapporten waar ik hoofdpijn van krijg. En zeg gewoon een soortje plaatjes. Ik heb mijn keuken laten renoveren. En dan laat je een architect komen, een binnenhuisarchitect. Mijn vrouw is helemaal niet geïnteresseerd in de gigantische beschrijving van hoe de elektra loopt en hoe de afvoer loopt en zo. Die wil een plaatje zien. Welke faciliteiten zijn er? Hoe zijn ze op ze van elkaar gepositioneerd? En ik wil wel uitkijken op de tuin. En dus gewoon in plaatjes. Hmm. En het moet helemaal in plaatjes kunnen. Wij komen alleen als architecten een beetje uit het engineerstijdperk. En we denken dat alles in matrices moet of driedimensionale modellen. Flauwekul. Zo win je nooit de harten van de business managers. Je hebt drie heel duidelijke punten. Disruptieve maatregelen. Een chief architect op hetzelfde niveau als een CIO. De business architect bij elkaar zetten, niet de solution architect. Kaderzettende architect. Kaderzettende architect. Ja. En het visualiseren, maak het zichtbaar. Ik wilde eigenlijk eventjes naar jou toe gaan, Frank. En aan jou vragen van, joh, nou hebben we dit zometeen gerealiseerd. Die mensen die zijn 4 jaar op streek. En ja. Die architectuur die staat, hè, die staat als een huis. En we kunnen hem visualiseren, we begrijpen hem. We hebben hem tot in de ministerraad besproken. Hij is aan de Kamer gemeld. We kunnen hem ook nog uitleggen aan de mensen hier in de bibliotheek. Is die informatiehuishouding dan automatisch ook op orde? Nee, dat denk ik niet. Ik denk dat het heel veel uitmaakt hoe je van plan bent daar invulling aan te geven. En sterker nog, ik denk dat die architectuur daar eigenlijk op voorhand al rekening mee moet houden. Dus als jij denkt op een bepaalde manier zo'n situatie te bereiken die je daar beschrijft, dan zul je die architectuur daarop in moeten richten. En zult wel het architectuurproces daarop in moeten richten. Ik denk, het is een illusie om te denken dat een club van architecten kaders kan stellen voor de hele overheid. En de belangrijkste reden daarvoor is dan denk ik dat de overheid is qua structuur in zichzelf al zo georganiseerd dat het niet één organisatie is. Hmm. Dus het begint met een bepaalde erkenning van het feit dat de overheid als geheel op een bepaalde manier georganiseerd is. We hebben nou eenmaal bestuurslagen met een bepaalde zelfstandigheid van onderdelen van organisaties en die bestaan niet voor niks. Er zitten fundamentele waarden achter. Het meest makkelijke voorbeeld is natuurlijk de rechtspraak. Maar ook gemeentes die niet voor niks decentraal georganiseerd zijn, dat zou jij ongetwijfeld herkennen. Brengt zijn uitdagingen met zich mee, ook op het architectuurgebied, maar is ook een fundamentele waarde die we in de overheid moeten erkennen. En die dus een plek verdient in hoe je met architectuur omgaat. Ik ga ver met je mee, Frank. Ik denk, en daar ga ik wel met daar mee, dat we daar soms een beetje in doorschieten. Als je dat vanuit digitalisering bekijkt, zou je eigenlijk de gedurfde stap moeten nemen om daar op een bepaald aantal onderwerpen gewoon het mes in te zetten. Ik zou zelf de stelling aandurven dat Thorbecke uitgedaagd wordt door ICT. Precies. Ja. En dat die altijd doorsnijdend is en door die bestuurslagen, door die kolommen heen. En dat als we interoperabiliteit en dienstverlening serieus nemen, dat je toch op de een of andere manier die verbindingen zal moeten maken. Denk helemaal mee. Dat woord interoperabiliteit viel al eventjes. Hè. Dat betekent toch dat je een aantal standaarden ook met elkaar af moet spreken. Ik kan me voorstellen dat je daar die architectuur wel bij nodig hebt. Even los van dat die per sector er anders uit kan zien. Maar je hebt een aantal basisprincipes wel centraal. Maar realiseer, mag ik daar één ding toevoegen? Dan hou ik mijn mond weer. Dat betekent dus wel dat die architectuur waarschijnlijk niet bij de CEO kan liggen. Ja. Want je praat wel degelijk over een herbeschouwing van dat soort fundamentele waarden en organisatie van de overheid. Ik hoorde zelf niet bij de CIO, maar op hetzelfde niveau georganiseerd als de CIO. Okay, daar zouden we over kunnen praten. Harry, jij wilde ook reageren, zag ik. Ja, wat je net zei over welke drie interventies. Ik zou een hele belangrijke groep hier niet willen uitsluiten.
En dat is het SG-beraad. Hè? Want als er ergens beslissingen genomen worden over wat er in een departement gebeurt, dan is het wel een secretaris-generaal. Dus als ik staatssecretaris zou zijn, zou ik alle SG's inderdaad met elkaar opsluiten. En ik zou zeggen, je komt niet eerder die Kamer uit dan dat er een aantal standaarden met elkaar zijn afgesproken. Mooi voorbeeld daarvan vind ik bijvoorbeeld het document management systemen die we binnen de overheid hebben. Bijna elk departement heeft zijn eigen document management systeem. Nou, er zijn een aantal procedures zoals kamervragen, kamerbrieven en dergelijke. Die kun je natuurlijk wel op verschillende plekken vinden. Maar dat zijn bij uitstek gewoon onderwerpen, ook als het gaat om naar de samenleving toe. Ik vind naar de samenleving ook niet te verantwoorden dat er verschillende document management systemen zijn. Begin daar waar je inderdaad slagen kunt maken. En dan is dat volgens mij een van de Je stelling is volgens mij helder, hè? Van op het topniveau beleggen en maken stap. Is het nou ook zo dat jij bewust zegt bij de secretaris-generaal en niet bij de plaatsvervangend secretaris-generaal? Want mijn ervaring binnen die groep, en ik zit er redelijk dicht tegenaan af en toe in de overleggen die je hebt, is dat dit altijd bij de BSG ligt, omdat het bedrijfsvoering is. Ja, ja. En zeg je nou bewust naar de secretaris-generaal? Uiteindelijk gaat het om de top van een departement. En uiteindelijk bepaalt die, hoe goed een plaatsvervangend secretaris-generaal ook is, uiteindelijk bepaalt de SG samen met zijn bewindspersoon wat er gaat gebeuren. Maar zeg je daarmee ook uit de bedrijfsvoering in de business? Of zeg je, nee, wel degelijk bedrijfsvoering, maar dat de chef zag er? Ja, chef zag er. Inderdaad, chef zag er, een hele belangrijke. Dit is echt iets voor de chef. Nou heb ik van de cameramensen begrepen, Daan, ik kom zo weer bij je. Ik heb begrepen dat ik af en toe even mag rondlopen en dat ga ik ook doen, want ik zie dat er een vraag is of een stelling. En dan kom ik bij jou. En ik begreep dat ik zag jou je hand opsteken. Wat wil je melden? Nou, ik geef. Hey, je mag hem doe maar even. Aan. Vraag maar even aan. Ik heb zelf een microfoon. Oh, je hebt zelf een microfoon. Ja. Oh, dan hoef ik helemaal niet te lopen. Nee. Maar fijn dat je inderdaad ruimte geeft. Want inmiddels zijn er behoorlijk wat kijkers die willen reageren op wat er aan tafel besproken wordt. En met name op de vraag die achter jullie staat. Wat is volgens jou nou de belangrijkste oorzaak van falende IT-architectuur? Dus terwijl jullie daar een gesprek over hadden, hebben de deelnemers, de kijkers hier ook op gereageerd. En er vallen een aantal dingen op. Governance is er eentje die veel wordt genoemd. En er was zelfs iemand die ook daadwerkelijk zei, falende governance is een hele belangrijke. Onvoldoende aandacht. Er werd ook iets gezegd over, er wordt veel van buitenaf over geroepen. Dus mensen aan de wal die hebben hele goede ideeën. Maar komen eigenlijk niet ook daadwerkelijk aan boord om tot een oplossing te komen. Er wordt ook het nodige gezegd over architecten zelf. En ik hoop niet dat ik iemand hier beledig aan tafel, maar met name ook bij sommigen het geval aan gebrek aan kennis, gebrek aan voldoende kennis en capaciteiten om daadwerkelijk datgene te doen wat nodig is. Maar ook zaken als te veel willen en te groot denken, elkaar niet begrijpen, gebrek aan lef, zijn opmerkingen die voorbij komen. Geen integrale blik. Ik vraag dus je om hem hier eventjes te knippen, want anders dan wordt het te veel tegelijk voor het gesprek aan tafel. Maar dank voor deze wrap-up van wat er via de chat ook binnenkomt. Ik denk even twee dingen eruit pakken. Hè. Die governance aan de ene kant en de beste stuurlui staan aan wal. Nou, we herkennen dat denk ik allemaal wel. En dat tweede punt over de kwaliteit. Erik, governance op de Nora, heb je dat een beetje voor elkaar? We zijn absoluut een stap vooruit gegaan de afgelopen jaren. De Nora is in 2005 gestart. Dat was best wel een initiatief dat Europese aandacht kreeg. Want het was de eerste keer dat een land zo'n stap maakte. Sindsdien zijn er heel veel familieleden bijgekomen. Dus allemaal deelarchitecturen, niet alleen per bestuurslaag, maar ook voor thema's, voor allerlei doelgroepen, voor allerlei programma's die draaien. En dat zorgt ervoor dat we heel snel kunnen werken met architectuur bouwen. Maar het zorgt er ook voor dat je een stukje diversiteit hebt gekregen in de ruimte die ze daarin kregen. En we zitten nu op een groeipad dat we juist weer die integratie van die architecturen zoeken. En dat wordt echt dit, as we speak, zo maar zeggen, ik ga je toch een beetje uitdagen, hè? Een beetje kietelen. Want ja. We hebben een prachtig document, dat heet ja. Nora. En dan hebben we nog de Gemma en de, nou ja, goed, alle andere spin-offs die er zijn. Klopt. Maar wordt er nou echt op gehandhaafd? Wordt er nou op gestuurd? Ik zit zelf, ben ik lid van het overheidsbreed overleg Digitale Overheid. Ja. Ja, een enkele keer komt er eens een standaard langs die we wel vaststellen. Maar ik heb daar niet echt het gevoel dat ik stuur op die Nora.
Nee, dat klopt. Omdat we dat enerzijds ook bewust hebben gedaan dat we niet te veel bestuurders met de hoe-vraag willen belasten. Want die gaan meer over de maatschappelijke wat en het waarom. En we willen eigenlijk die architecten juist laten inzetten door bestuurders. Dat ze samen met programmamanagers een beeld schetsen van de toekomst. Hè, waar ze naar streven, dat de structuur daarvoor wordt opgesteld. Maar zeg je daarmee nou dat de compliance op de NORA, dat je daar eigenlijk heel tevreden over bent? Is dat iets nee, die kan veel sterker nog. Die kan veel sterker. Maar we zien wel dat meer en meer organisaties, Sociale Verzekeringsbank, we hebben ook de Nederlandse Bank, we hebben zelfs Binnenlandse Zaken zelf die bezig is. Er zijn groepen, ook GGD Amsterdam, die zijn de NORA aan het adopteren één op één. Dat wil zeggen dat ze geen eigen architectuur meer hebben, maar dat ze eigenlijk de enterprise architectuur vervangen door de NORA-principes. Dus jij zegt eigenlijk het glas is half vol. Ik zie best wel veel ontwikkelingen die de goede kant op gaan. Juist, en dan alleen. Organisaties worden zich steeds meer van bewust. Ja, maar ook de bestuurders worden er meer van bewust. Want je ziet dus dat, kijk maar wat er nu gedaan is met de PGDI. He, dus onder het opdracht hangt die PGDI. Die stuurt op de GDI-infrastructuur. De PGDI is de programmeringsraad, generieke voor digitale infrastructuur. Juist. Ja. En daar zit dus een architectuurraad bij. En dat is nieuw. Het is ook wettelijk zo ingesteld. En daar komt de sturing niet alleen ook op de NORA, maar ook op de GDI. Ook op de relatie met allerlei grote programma's zoals WOW, zoals Open op Orde, zoals Regie op Gegevens. En daarmee kan je voor het eerst zien dat Nederland aan het sturen is op heel veel programma's en infrastructuur die er al ligt. Ja, het punt is eigenlijk, er is een begin van een stukje governance en er is een soort beweging, ook vanuit een soort collectief besef, dat we wel een stap vooruit moeten zetten. Ja, en dan zijn er handvatten. Ja, ik ga hem hier even knippen. Ja, er zit één architectuurding bij. En dat is echt wel bijzonder, want ik ben niet van huis uit een architect, maar ik ben een programmamanager. Ik ben al 12 jaar bezig met die NORA. En ik zie dus die verbinding komen. Ik zie het ook bestuurlijk aandacht veel meer krijgen. En juist vanuit al die bevindingen zien we nu dat er eigenlijk 5 processen zijn waarmee je de dienstverlening van de overheid kunt besturen. En dat noemen we het dienstverleningsconcept. En dat is iets nieuws, dat is nieuw inzicht. Dat is iets wat eigenlijk al lang bestaat bij private partijen ook. En misschien dat Daan daar eigenlijk naar refereert. En die hebben eigenlijk maar 5 processen waarmee ze alles regelen. Hmm. En met die 5 processen... Dus een stuk standaardisatie en harmonisatie. En juist, en die 5 processen, dat is heel simpel afspreken. Je gaat uitvoeren wat je afgesproken hebt. Daar ga je fouten in maken. Die fouten moet je kunnen herstellen. Als er structurele fouten zijn, dan moet je het proces kunnen wijzigen. En je moet een verbeterfunctie, een innovatiefunctie hebben die altijd op al die dingen kan ingrijpen. En als je 3-5 regelt, met specifiek 8 paden ertussen, that's it. En dat is standaardisatie ook op de processen en architectuur. Ja. Dat is echt bijzonder. Het is niet wat lang, maar wel mooi één punt. Ja. Ik wou terug naar jou, Jeroen. Rijkswaterstaat, ontzettende grote organisatie. Ik heb jullie ICT-budget niet meer helemaal scherp uit mijn hoofd, maar volgens mij zat het in de richting van 1 miljard, als ik me niet vergis. Herken je wat Erik vertelt? Is de NORA iets wat jullie binnen Rijkswaterstaat omarmd hebben en zeggen van, nou, alles NORA en dan verder? Ik herken het zeker. Alleen bij ons is de vertaling van NORA aangeeft. Het zijn vrij abstracte principes. Ik vind ze erg goed. Ik vind ook de nieuwe versie die er komt goed. Vanaf 2023, maar zorgen dat we dat naar onze organisatie vertalen en zorgen dat we bij die vertaling ook het management meenemen. Dus wat hebben de architecten nu gedaan? En dat is een aspect van governance. Hoe zijn de architecten binnen een uitvoeringorganisatie of een andere organisatie nu van die NORA-principes naar de eigen gegaan? En wat betekent dat voor de organisatie? Een deel van de governance zit hem in zorgen dat je van overheidsarchitectuur naar je eigen organisatiearchitectuur gaat en daar de mensen bij meeneemt. Het is ook niet een kwestie van alleen presenteren, maar meenemen van de mensen. En daarnaast ook echt sturen. We hebben wel een IT-auditor, maar geen architectuur-auditor. Dus wie checkt nou echt of er voldaan is aan wat we hebben afgesproken? En dat checken of er voldaan is, betekent ook dat die principes en uitgangspunten en architectuurtekeningen scherp genoeg moeten zijn. Anders zijn ze ook niet auditbaar. En dan sluit ik toch aan bij jouw punt, Daan. De tekeningen die we soms maken, lenen zich ook gewoon niet goed om goed geaudit te worden. Dus daar hebben we best nog wel wat slagen te maken. Dus de tekeningen moeten preciezer, de architectuur moet preciezer op sommige punten en vervolgens moet je ook naleven. Ik denk dat ik een signaaltje krijg dat we nog 5 minuten hebben. Klopt dat in dit blok? Ja, hartstikke goed. En dan gaan we weer een stukje verder. Ik wilde eigenlijk vragen, dat beeld van Rijkswaterstaat, wordt dat ook bij jou herkend? Ja, deels. Ik hoor nog heel veel kaderstellend en doorvertalen van principes en het bewaken daarvan.
Ik vind het eigenlijk nog steeds tekortschieten. Mm-hmm. Ik vind eigenlijk dat je in staat moet zijn om het proces wat leidt tot concrete oplossingen en het effect ervan, dat je dat helemaal in het proces van architectuur moet trekken. En dat dat alleen maar mag bestaan als je de bijbehorende besturing en besluitvorming daarop aangesloten hebt. In mijn optiek is een architectuur een samenstel van keuzes die gemaakt zijn. Mm. Iedere van die keuzes, als die niet belangrijk zijn, ze moeten pijn doen. Want meestal zijn het dilemma's. Het zijn dilemma's tussen ga ik heel efficiënt wezen of ga ik heel klantgericht wezen. Ga ik decentraal iets laten oplossen of ga ik centraal samen iets oplossen. En ieder van die beslissingen die doen pijn. Maar die keuzes moet je wel heel goed afhechten. Want als het belangrijke keuzes zijn, architectuurbeslissingen zijn, dan zul je met elkaar echt over eens zijn dat je kiest in dat dilemma voor het ene of voor het ander. En dat moet je dan ook een lange termijn volhouden. Dus als je dat niet goed afhecht. Ja. En dat doe je op systeemniveau, maar dat doe je op organisatieniveau en dat doe je ook op rijksniveau. En dat is precies waar mijn ongemak veel beter in de hand moet hebben. Als wij zeggen de governance is er en Erik is daar positief over, ziet het glas half vol en terecht denk ik ook, hè Erik. Maar het is ook precies wat jij zegt. Een architectuur handhaven en naleven, ja, die doet ook pijn. En dat betekent dat de ene organisatie toch iets niet doet wat hij wel wil doen. En de andere organisatie het anders moet doen. Klopt. En in dit tijdsgewricht van investeringen moet je nou juist daar scherpe keuzes maken. En als die naleving dan niet goed geborgd is, ja, dan loop je toch risico's. En Klopt. Ik denk dan dat ik dan even naar jou toe ga. Hoe zie jij dat vanuit jouw perspectief? Ik wil even reageren op een paar van die mensen. Graag in de microfoon, want anders dan... Reageren op mijn overbuurman. Ik vind het een razend goed idee om de SG verantwoordelijk te stellen. Laten we beginnen met de SG van Financiën, verantwoordelijk voor het gedoe met de IT van de Belastingdienst. Ik wil zien dat die meneer of mevrouw, vroeger was het een mevrouw, daar zin in heeft. Want de SG houdt zich er een beetje buiten. Naar mijn buurman aan de linkerkant. Het architectuurgebied, architectuurgebied voor de overheid is niet bijzonder. Dat wordt wel vaak gezegd, van wij zijn bijzonder. Duizenden clubjes en zo. En, denk ik, er is geen echte uitzonderingssituatie. Als ik dan naar een bedrijf kijk als Achmea, dat bestond uit allerlei merkjes. Die allemaal, die hadden ze verzameld, allemaal merkjes met hun eigen klantencontact en hun eigen IT. Achmea heeft gezegd, flauwekul, dat is ineffectief. One company, one IT. Moet de overheid ook doen. Hmm. Maar daaraan, daaraan gaat vooraf dat de overheid zich beseft dat IT dus de kern van hun product is. Want Achmea heeft natuurlijk op een gegeven moment binnen is buiten. Daar zijn ze achter gekomen door de klantinteractie. Maar de overheid is monopolist. Heeft die klantinteractie op een hele andere manier. Ik zou zelfs willen zeggen dat de overheid helemaal geen klanten heeft, hè. De overheid is in contact met burgers. De overheid heeft vast stakeholders. Ik ben een stakeholder van de overheid, als burger. Aandeelhouder. Misschien wel aandeelhouder. Komt er dividend? Ik parafraseer hier Jaap Smit overigens, die dat een keer heel stellig zei. Ik ben het eigenlijk wel mee eens. Ja. Maar dat betekent wel dat, kijk, wij concurreren natuurlijk vanuit dat architectuurperspectief en vanuit die informatie en die IT met, noem het maar, stikstofproblematiek, een wooncrisis, een coronacrisis. En ik kan mezelf ook wel voorstellen dat zo'n SG op een gegeven moment zegt van, nou ja goed, ik moet toch het werk een beetje verdelen. Ik heb mensen die daar goed in zijn, ik heb mensen die daar goed in zijn. En dus hoe maken we nou die omslag, hè, waar Achmea het goed gedaan heeft, waar de ING het gedaan heeft, waar een RDW en een SVB en vele andere uitvoerders echt goed bezig zijn. Maar hoe maken we nou die omslag collectief? Doen. Dat is het derde. Maar dat doen toe. Maar dan ga ik naar het tweede deel van de kijkersvraag toe en dat ging over kwaliteit. Hè? En ik moet ook een wrap-up doen, zie ik, maar dat komt wel zo. De tweede deel dat ging even over die kwaliteit. Misschien daar nog één opmerking over van jou, Daan. Hoe zit het met die kwaliteit van die architecten? Want daar wordt in de chat toch ook iets over gezegd. Van, de beste stuurlui staan soms aan wal, maar wat er wel een architect is ook niet altijd je van het. Heb ik een minuutje? Nee, je hebt een minuutje. ik vind, om even naar Erik te kijken... Ik vind de overheid is geen referentiearchitectuur. Er zitten gunstige dingen in, maar dit is geen referentiearchitectuur. En mijn buurman aan de rechterkant, de nieuwe NORA die eraan komt per 1 januari, daar zie ik als eerste architectuurprincipes, NAP01, verplaats je in de gebruiker. Ja, dan zak mijn broek af, om het wel onfatsoenlijk te zeggen. Doet die pijn? Nou, schrap nou eens alle trivialiteiten uit de NORA en de nieuwe NORA. Dan krijg je misschien een document van pakweg 50 pagina's.
waar je wat mee kan. Dus dat is wat kwaliteit betreft. Misschien een splitsing in de... Ik moet eventjes naar de chat. Ja. Mag ik jullie het woord geven? Zeker. De kijkers hebben gereageerd op de vraag om in één woord te omschrijven wat de rol van een IT-architectuur of een IT-architect is. En achter jullie is een wordcloud verschenen met daarin de woorden die het grootst zijn de woorden die het meest genoemd zijn. Dus wat ik jullie wil meegeven is dat in ieder geval de kijkers er zo naar kijken dat een IT-architectuur een middel is om een doel te bereiken. Dat zou structuur moeten aanbrengen en vooral ook samenhang. Jullie zien zelf wat er nog meer genoemd is, maar dit is wel hetgene wat het meeste naar voren komt. Dus die wil ik graag even meegeven aan je aan tafel. Ja, dankjewel. Staat daar iets tussen wat jullie choqueert of wat jullie triggert om iets te zeggen waarvan je zegt van nou, daar ben ik het helemaal niet mee eens? Waar je het wel mee eens bent, dat geloof ik wel. Hè? Maar even is dat er ruis tussen staat. Ja, ruis. Dat er ruis tussen staat. En hoe interpreteer je dat? Nou ja, dat ik denk dat het... bij mij triggert het wel het gevoel dat je soms... dat er heel veel ruimte is om met elkaar in gesprek te gaan vanuit verschillende perspectieven. Maar dat er geen convergentie in zit. Hmm. En dan blijft het een soort ruis. En dan krijg je ook gebrek aan richting en gebrek aan keuzes. We divergeren wel, maar we convergeren niet meer. Precies, maar we convergeren niet. Ja. En dat is wat mij betreft echt wel een belangrijk aspect van architectuur. Om dat proces van convergentie gewoon goed te laten lopen. Ja. Dat is superbelangrijk, anders kom je helemaal geen stap verder. Ja. Harry, wat valt jou op in de word cloud? Nou, middel. Uiteraard middel, maar niet vrijblijvend. Hmm. Ja. Dat zou het ook kunnen inhouden. Ja. Ja, in mijn eigen organisatie heb ik altijd gezegd van het is ondersteunend, maar het is ook kaderstellend. Absoluut. En die kaders die zijn hard. En het vraagt nog aardig wat om dat door te voeren overigens, maar dat terzijde. Ja. Erik, wat valt jou op? Samenhang. Samenhang. Ja. En dat begint met de mensen. Dus de verbinding die mensen kunnen brengen met elkaar, dat maakt dat je eigenlijk bereid bent om stappen extra te gaan doen. En nou gaat Daan zeggen, ja, daar heb je weer zo'n trivialiteit van de Nora, of niet? Nee, want dat is het hele community management, dat is helemaal nieuw. En de Nora inderdaad. Maar community management doen we toch al, hoe lang is het dat Thorbecke nu bijna 200 jaar? Dat zijn de polderen bedoel je. Ja, dat vind je nog wat anders. Dat is meer ruis. Dat is meer ruis inderdaad. Want ja, dat trok me onwaarschijnlijk veel ervaring mee met de third way, het polderen, uiteindelijk tot een besluit komen. Dat brengt ons wel tot een van de mooiste landen misschien wel in de wereld waar je heel gelukkig kunt leven. Dus dat is de andere kant. En we lopen echt voor met digitalisering, dus dat is ook niet zomaar ruis. Daar zit ook wel convergentie in. Soms is het ook goed om een stukje ruimte te geven en daarna te convergeren. Dat is helemaal niet erg. Dat pad hoeft niet helemaal recht door de muur te gaan. Maar ik vind die samenhang tussen mensen, wat we met elkaar gaan doen, hoe we onszelf binden en durven binden, ook in die buitenste groepen, dat is de eerste stap naar architectuur waar je achter wil gaan staan. Ja. Want als je gaat convergeren, kom je toch bij elkaar, dan maar liever met samenhang. Veel meer plezier. Dus we zijn onderweg en we gaan convergeren. Ja. Jeroen, nog een laatste van jou? Mij valt het portfolio management op. Hè. Dus het is een grote uitvoeringorganisatie die natuurlijk tig varianten van een systeem heeft. Dus het echt sturen op die architectuur betekent ook dat je goed portfolio management moet doen. Een aansluiting bij directie en management betekent ook dat je kosten inzichtelijk maakt, dat je weet waar de risico's zitten. Ongelooflijk dus belangrijk om succesvol te zijn, dat portfolio management. Ja. Daan, jij mag de uitsmijter. Welke spreekt jou het meest aan? Die ik mis, maar misschien zitten die verborgen. Architectuur is de brugfunctie tussen businessfunctionaliteit en IT. Hmm. Dat is het belang. Tweede, architectuur is een stuurinstrument voor het management. Management is dus de business. Hè? Als een businessmanager zegt van ik wil het een en ander, die verandering. Dan roept hij zijn belangrijkste architect en dan zegt hij van benen op tafel, denk eens met me mee. Is het realiseerbaar? Heb je nog andere ideeën? Dus stuurinstrument. Dat zijn de woorden eigenlijk. Stuurinstrument en brugfunctie. Ja. Dankjewel. Ik ga toch even wandelen, want ik wil de benen even strekken. En we hebben veel gasten hier ook nog. En ik kijk eventjes rond. En ik denk, mag ik bij u komen? Wat heeft u nou gehoord waar u helemaal niet mee eens bent vandaag? Nou, dat is wel een hele directe vraag. Kijk, iedereen zegt natuurlijk goede dingen. Alleen wat ik wel merk, hè, is met architectuur. Ik denk één, wat er gezegd is, hou het bij de professionals. Je laat jezelf ook niet opereren door een ziekenhuisdirecteur. Dus zorg ervoor dat je echt de kennis ook gebruikt. En naleving is ook wel een ding. Hè? Want als je kijkt wat wij 10.000 mensen in ons bedrijf hebben. Met heel veel verschillende portfolio's, wat Jeroen ook al zegt. Als je niet zorgt dat er een oplossing is voor de mensen, dan gaan ze iets anders doen. Dus we moeten er ook voor zorgen dat het werkt. En dat het ook wordt nageleefd. Want anders ga je weer buitenom organiseren en ja, dan... Waarmaken wat je belooft.
en dat is handhaven wat je zegt. Ja. Ik vergat te vragen om je voor te stellen. Jente Huisman, programmadirecteur van Rijkswaterstaat Opene Poorden. Dankjewel. Ik loop ook nog even deze kant op, want er is natuurlijk een zekere gender imbalance en ik ben daar laatst nog enorm voor op mijn vingers getikt. Mag ik jou een vraag stel je even voor en wat valt jou op in het gesprek en het liefst iets waar je het niet mee eens bent? Geen enkel punt. Ik ben Elsbeth Kwant, ik werk bij de Koninklijke Bibliotheek. Ik vind, ik ben blij met de inbreng over de NORA. Ik vond zelf het feit dat de overheid zich zou moeten spiegelen aan bedrijven in hun informatievoorziening is in mijn ogen echt een achterhaald perspectief. Ik denk dat de publieke sector publieke waarden te verdedigen heeft, ook in de architectuur. Dus ik vind het eigenlijk heel prettig dat die zo goed onder de aandacht zijn gebracht. Ik was het wat minder eens met de heer Rijzenberg daarin. Oké, dus jij zegt publieke sector publieke waarden. Dat is anders dan die waarden van het bedrijfsleven. Ja. En ik zou zelf denken van, je kan er wel iets van leren. In de zin van, hoe doe je nou zo'n veranderproces? Vind je ook dat dat niet past of past dat wel? Ik denk dat wij allemaal, zeg maar, zowel de markt als de staat als de gemeenschap, dat wij allemaal voor een grote verandering staan en dat we dat allemaal volgens onze eigen principes moeten doen. Ja. Belang van het publieke waarde goed borgen in de architectuur, zorgen dat die informatieuitwisseling ook op een manier gaat die je aan de burgers kan uitleggen. Ja. Helder, dankjewel. Kijk eventjes om me heen. Is er iemand onrustig? Ik moet terug naar de tafel, zie ik. De wissel, we gaan nu al wisselen. Ik had begrepen dat we dat om 3:55 zouden doen, maar dat is niet zo. We gaan nu al wisselen. Dan mag ik de tafelgasten ontzettend bedanken voor jullie inbreng. Ik heb daar zelf een drietal dingen echt uitgehaald. Let heel goed op wat je opschrijft als overkoepelende, ik mag in deze microfoon praten, overkoepelende architectuur. Zorg dat je dat goed vastlegt, dat je dat ook naleeft. Zorg dat je daar een governance op organiseert met elkaar. En zorg dat je die kwaliteit neerzet die nodig is om dat te doen. En er zijn een aantal hele praktische handreikingen gedaan. In het bijzonder ook door jou, Daan. Breng die architecten nou bij elkaar. Geef architectuur ook een positie in die overheid. Ook als een collectief vraagstuk. En zorg dat je het doen goed organiseert met elkaar. Dank jullie wel. We gaan wisselen. Ik weet niet, klappen we dan? Ik klap voor jullie. Dank. Ja, heel goed. Ja, dit is een rommelig moment in de uitzending, maar dat geeft helemaal niks. We gaan naar het blokje wederhoor en dan kom je inderdaad opnieuw aan de orde. Ja, hartstikke mooi. Zo. We gaan naar het volgende deel van het gesprek en dat deel heet wederhoor. En in feite is dat natuurlijk ook een voortzetting van het gesprek, maar met nieuwe mensen, nieuwe inzichten. En een die net in ook in het publiek al dat inzicht met ons deelde, Elsbeth. Ik ga jullie gewoon één voor één vragen om je even kort voor te stellen. Naam, functie en het belangrijkste punt wat je mee wil geven aan de kijkers. En ik begin bij de dames toch, Elsbeth? Ja. Ik ben Elsbeth Kwant, ik werk bij de Koninklijke Bibliotheek. En het belangrijkste punt dat ik wil meegeven is dat architectuur altijd een vertaling is van wat je wil bereiken. Ja, dankjewel. Paul van Oosterhout. Ja. Ik ben programmamanager actielijn 3 bij het programma Open op Orde. En het belangrijkste wat ik mee wil geven is dat architectuur een middel is en geen doel op zich. Dankjewel. Guido. Guido Baaiens, ik ben voorzitter van de Architectuurraad voor de Digitale Overheid. En ik ben ook meer met handwerk bezig, namelijk het opstellen van een overkoepelende architectuur voor de digitale overheid en ook voor het Rijk, de informatiehuishouding voor het Rijk. Dus ik sta regelmatig ook tot aan mijn knieën in de modder, om het zo maar te mogen zeggen. Heel goed, heel goed. Nou ja, dat is belangrijk dat je dat doet voor ons. Ja, goed, Hein Hendricks, werkzaam bij Atos. En ja, wat ik zou willen meegeven is, en dat komt ook in diverse gesprekken van naar boven, is de urgentie van de digitale transitie en de druk die er bestaat vanuit de maatschappij om het uiteindelijk eens een keer misschien beter te doen dan de afgelopen jaren. Maar daarin heeft de markt ook een hele belangrijke rol, want die heeft de afgelopen jaren natuurlijk ook zijn ding gedaan. En nou, daar moeten we ook iets van leren, denk ik dan. Dankjewel, leren van de markt. Ja. Theo Peters, CTO bij VNG Realisatie, maar vandaag hier als lid van het Forum Standaardisatie. En ik zou willen meegeven dat het belang van architectuur toch wel is om te verbinden. Te verbinden tussen organisaties en de maatschappij en de burger. En dat is het doel, denk ik, wat we zouden willen bereiken. Mooi.
We gaan in deze wederhoor ook een beetje de scherpte opzoeken. Want we zijn natuurlijk allemaal in getraind en buitengewoon kundig in om altijd het grijs te zoeken wat iedereen zijn rechten en in zijn waarde laat. Maar ik denk dat voor discussie en ook voor het begrip van de mensen die kijken, maar ook van het verder komen, wel belangrijk is om ook die scherpte op te zoeken van de keuzes. Want het kan niet allemaal tegelijk, hè? Dat is ook iets wat we wel steeds tegenkomen. Guido, misschien mag ik bij jou eens beginnen. Hè? Je hebt het gesprek gehoord, eerste deel, probleemstellend bedoeld. Maar er zaten toch stiekem ook al wel wat oplossingsrichtingen in. Wat viel jou op en wat zie jij nou in jouw dagelijkse werk voor de architectuurraad van de GDI, maar ook van het Rijk, hè, van de CIRO-Rijk? Wat valt jij nou op? Waar zit de grootste misvatting? De grootste misvatting zit bij het feit dat wij het zo slecht doen. Alle benchmarks van de afgelopen... Iets dichter bij de microfoon, denk ik. Alle benchmarks van de afgelopen 10 jaar komt Nederland altijd in de top 5 terecht. De digitale informatiehuishouding van de Nederlandse overheid die staat werkelijk op een topniveau. Ik mag heel vaak inleidingen houden. Ik vraag altijd aan de zaal, kunt u mij een tweede land ter wereld noemen waar je op 1 maart een vooringevulde aangifte krijgt waarin allerlei soorten informatie over inkomens, over ook je huis, de WOZ-waarde, bankgegevens, etc. Ik heb nog nooit 1 handje in de lucht gezien. Dat hebben wij met elkaar voor elkaar gekregen. We hebben iets als een heel andere sector, publieke dienstverlening op de kaart. Overal waar de overheid aan het graven, aan het verbouwen is, met een druk op de knop kun je dat terugvinden. Er zijn ongelooflijk veel overheidsorganisaties bij betrokken om dat voor elkaar te krijgen. We wisselen gegevens uit via de stichting Rinus. 2 miljard uitwisselingen per jaar. Dat gaat onder de grond, dat zien we niet, maar dat bestaat wel. Daardoor zijn ambtenaren in staat, duizenden ambtenaren dagelijks in staat om informatie te gebruiken die de overheid heeft verzameld. Dus ja, voor mij is het glas half vol. Half vol, dus inderdaad, er valt nog iets te verbeteren. Wij zijn een heel kritisch volkje, daarom klagen we ook altijd over dingen die niet goed gaan. Daar moeten we ook vooral mee doorgaan, want hoe meer we klagen, hoe beter het nog gaat worden. Maar laten we vooral niet vergeten dat wij dus nogmaals in de top van de wereld staan met de digitalisering van de Nederlandse overheid. En dat zonder architectuur dus schijnbaar. Twan, zou je daar eens op willen reflecteren? Want anders dan krijgt Guido de hele tijd. Je mag straks erop terugkomen. Wat mij betreft niet zonder architectuur. Hè. Er is op zich al een architectuur. Soms is die op enkele plekken is die wat gedateerd. Dan moet die geactualiseerd worden. Daar is op zich niks mis mee. Daar hebben we natuurlijk ook een heel systeem voor om dat voor elkaar te krijgen. Maar het is wel belangrijk om één ander element denk ik mee te nemen. Dat is, en misschien maakt dat wel de discrepantie waarom er ook zo tegen architectuur aangekeken wordt. Zeker als het over de informatiehuishouding gaat. Kijk, vanuit de overheid zeker hebben we de afgelopen jaren... hebben we vooral de papieren processen hebben we gedigitaliseerd. En we zijn nooit hebben de slag gemaakt om de processen die echt digitaal te ontwerpen. We hebben daar overigens altijd wel hele mooie architectuur omheen gebouwd. En we hebben daar hele mooie dingen over afgesproken rondom comply en explain. Maar volgens mij weten we de explain beter te vinden als de comply. En daardoor zie je dus het effect dat het lijkt alsof het soms een ratje toe is. Maar dat is het niet. En zeg je daarmee dat met de huidige architectuur en de standaarden die we met elkaar afgesproken hebben, als we dat explain of het leg uit, als we dat wat dichtzetten, dat we dan eigenlijk de volgende slag al kunnen zetten? Dat we nog niet die verdere architectuur hoeven te bouwen, maar dat we eerst maar eens dit goed moeten doen? Ik denk met alles wat we op dit moment beschikbaar hebben, als we dat een keer goed zouden uitnutten. En ik zag in de WordCloud daar straks ook al voorkomen van, goh, leer nou ook eens van anderen, hè? Ik bedoel, daar zijn we vanuit onze rol op dit moment ook mee bezig. Hè? Want we zijn bezig met het actualiseren van die architectuur. Dan proberen we ook te kijken naar andere. Ik bedoel, VNG, hè, waar jij dan mee bezig bent. Die hebben ook al een hele hoop goede dingen bedacht. Waarom zouden wij het dan bij de Rijksoverheid opnieuw bedenken? Ga bij elkaar kijken. Dat geldt ook over bedrijven. Ja. Maar de andere kant is, nogmaals, ik zei net al, we hebben een comply-explain cultuur. Hè? Pas toe of leg uit. Maar pas toe. Comply or die zou misschien nog wel een interessante zijn. Ik haal uit jouw bijdrage van let op, er is al heel veel. We passen dat nog niet allemaal toe. Als we dat eerst eens gaan toepassen, dan komen we heel veel verder. En Elsbeth, ik zag jou al best heftig knippen. Knikken. Ja. Nee, ik denk echt dat we heel ver zijn. En ik zit hier mede ook omdat wij betrokken zijn bij de digitaal erfgoedreferentiearchitectuur. Die weer gerelateerd is aan zowel de Nora en de Hora en alle andere architecturen. Heeft er nog niet een naam? Deze heet DERA. De DERA, uitstekend. De Digitaal Erfgoed Referentiearchitectuur. Ja. Die maakt het mogelijk
dat we informatie van heel verschillende erfgoedpartijen, die ook onder verschillende divisies van bijvoorbeeld het ministerie van OCW vallen, dat die toch met elkaar een product voor de eindgebruiker kunnen aanbieden die anders niet mogelijk zou zijn. Dus ik voel eigenlijk echt wel mee dat we verder zijn dan we denken. Dat dus ook inderdaad architectuur voor verbinding zorgt. Omdat architectuur uiteindelijk bedoeld is om iets te bereiken voor de gebruiker in mijn beeld. Dus het feit dat je de gebruiker zou weghalen uit de NORA lijkt mij niet een verstandig idee. Ja, goed. En Elsbeth, jij zei net de overheid is publieke sector. Er horen publieke waarden bij. Je kan niet één op één vertalen van dat bedrijfsleven. En dat is mijn bruggetje ook naar jou, Hein. Ben je het daar eigenlijk wel mee eens? Nou ja, kijk, het is altijd goed om gebruik te maken van voorbeelden. Maar ik bedoel net met die opmerking van de afgelopen 10, 15 jaar was ook de markt betrokken bij wat er nu allemaal in de overheid is gerealiseerd. Dus daar hebben wij ook een verantwoordelijkheid in. En wat ik altijd fascinerend vind in veel gesprekken die ik onder andere ook met Ton heb, is van de complexiteit van de overheid en de complexiteit van uitvoeringsorganisaties. Die is gewoon heel groot. En ik denk dat als je goed wil nadenken over... Nog dichterbij. Ja. Als je goed wil nadenken over architectuur, en ik ben geen architect, maar ik denk wel dat het ontzettend belangrijk is om goed een besef te hebben wat de complexiteit is in die organisaties. Hoe kom je uit de bestaande omgevingen naar nieuwe omgevingen? En misschien hoef je het dan helemaal niet te hebben over architectuur, maar over hele andere dingen die ook in het vorige gesprek vrij prominent werden benoemd, dat is het type governance. Ja. En ik vind, en dat stokpaardje hanteer ik ook vaak binnen de RDDI-sessies, ik vind dat op heel veel terreinen er ontbreekt het aan visie. En het zou ontzettend helpen als we daar veel meer met elkaar over nadenken. Wat is nou de visie van de informatiehuishouding? Daar zijn mooie stukken over geschreven. Daar doen we weinig mee. Al was het maar alleen een discussie hebben over wat is dan de visie. We gaan, en dan nadenken, als je zo'n visie formuleert, wat hoort daar dan van architectuur bij? En niet direct in IT-perspectief, maar vooral in organisatiekundig-achtige aanpakken, standaardisering, dat soort beelden. Moeten veel grondiger worden besproken. Je zegt die publieke waarden en de bedrijven, daar blijf ik even buiten. Maar als je kijkt naar wat er gebeurt van in die architecturen en hoe sluit dat nou aan op de visie die we hebben met elkaar, ja, daar is echt nog een wereld te winnen. Die aansluiting die ontbreekt eigenlijk. En ik denk dat je met visies en met goede visies kun je ook governance makkelijker betrekken. Want jullie zijn hier ook van, dus doe vooral mee. Neem die verantwoordelijkheid. En denk niet alleen maar aan risico's, hè, wat je natuurlijk ook heel snel als reflex terugkrijgt. Maar wees daarvan. En daar... Een belangrijk programma in de overheid is dat werk- en uitvoeringprogramma. Hè. Daar is best in het coalitieakkoord het een en ander over gezegd. Er is een hele governance op, tot en met een ministeriële commissie aan toe. Theo, dat werk- en uitvoering heeft natuurlijk een aantal sporen. Een van die sporen is het spoor dienstverlening. Een ander spoor gaat over de versnelling van die digitale agenda. Wat zie jij daar nou gebeuren? Want in feite is Hein zijn oproep, maak een visie, zorg voor een governance en ga dan die architectuur eraan plakken. Ja, nou wat ik daar zie gebeuren is dat, om te beginnen is het natuurlijk prachtig dat er nou zo'n digitale agenda ligt. Want die maakt misschien wel helder dat waaraan gewerkt moet worden. En dat is goed. En ik zei net al het woord verbinding. Ik denk met de uitdaging waar we nu voor staan en ook de visie op dienstverlening. Het gaat heel erg over hoe kunnen we nou met alles wat we als overheid al hebben op alle plekken, hoe kunnen we daar nou ten dienste stellen toch aan die burger, waar jij het ook terecht over hebt. De vraagstukken die nu voorliggen zijn eigenlijk per definitie gaan over overheden heen. Zijn niet meer aan één overheidsorganisatie en daarom is het ook niet te vergelijken met het bedrijf. Je zijn er geloof ik een veelkoppig monster. Misschien zijn we gewoon een veelsoortig bedrijf of een setje veelsoortige bedrijven. Dus hoe verbinden we dat nu? En ik denk dat die digitale werkagenda en wat er nu ligt met de federatief stelsel ons de mogelijkheden biedt om dat te doen. En vanuit vorm standaardisatie kunnen we daar dan de juiste uitwisselstandaarden bij brengen. Dus hoe krijgen we dan de informatie die we hebben bij elkaar om uiteindelijk die vraagstukken die daarvoor liggen mee aan het hoofd te bieden. En ik zie daar hele mooie stappen gezet worden. Ik zie ook de staatssecretaris echt nu opstaan en zeg maar, ik ga voor die versnelling, ik ga voor die verbinding. Ik denk dat het supergoed is. In mijn begrip is het zo dat jullie daar ook aan samenwerken, hè, Guido? Want ja, dat is heel belangrijk. Dus
Dus architectuur en standaardisatie, dat zijn twee kanten van dezelfde medaille. Dus als architectuur zet je de grote lijnen neer. En als het wat meer precies ingevuld moet worden, meer in detail, dan spelen die standaarden buitengewoon belangrijke rol. Overigens niet alleen de standaarden die het standaardisatieforum vaststelt. Maar Hein, er zijn natuurlijk ook allerlei internationaal geaccepteerde standaarden in de technologie. Die moet je gewoon adopteren. En je moet niet zelf het wiel uitvinden. Dus wij werken daar intensief samen. Ja, dat is een positieve ontwikkeling, denk ik. Als je daar dan op doorpakt, hè, want onze centrale stelling van vandaag is: zorgt falende IT-architectuur voor een dito informatiehuishouding. De vorige groep zei eigenlijk van dat is misschien waar, maar als je een architectuur hebt, betekent dat in ieder geval nog niet dat die informatiehuishouding ook op orde is. Hè, en dat je je inwoners op de juiste manier bedient, dat je ondernemers op de juiste manier bedient. Hoe kijkt deze groep daarnaar? Guido, jij eerst maar eens. Wij zijn een beetje de ronde van de oplossingen. En ik wil die twee dingen wel verbinden. Ik pak even de arbeidsmarkt in Nederland als voorbeeld. We hebben meer dan 10.000 uitzendbureaus. We hebben 350 gemeenten. We hebben 35 arbeidsmarktregio's. En we hebben 1 UWV. We hebben 5.000 sites die allemaal beloven: kom maar bij mij, ik kan jou aan werk helpen. En as we speak zijn 35 arbeidsmarktregio's bezig om zelf het wiel uit te vinden. Dat is governance. Dat heeft niet zoveel met architectuur te maken. Misschien ook wel. Misschien moet ik zeggen, hier ontbreekt dus de invloed van de architectuur. Want waarom gaan 35 arbeidsmarktregio's zelf een eigen wiel zitten uitvinden simultaan? Terwijl er tegenwoordig hele goede technologie is in de vorm van SaaS-oplossingen. Of laten we ons ook realiseren dat bij UWV alle actuele vacatures al in één database zitten. En toch zijn we bezig om de zaak te decentraliseren in 35 verschillende databases die dan vervolgens weer met een ingewikkeld mechanisme aan elkaar geknoopt moeten worden. Dat zeg ik uit de grond van mijn hart als architect. Dat heeft dus eigenlijk alles te maken met het governance-vraagstuk en dat bestuurders er niet in slagen om over hun eigen schaduw heen te springen en dit soort vormen van samenwerking te organiseren. Af en toe mag je als host ook een inhoudelijke bijdrage doen, is mij beloofd bij de voorbereiding. En wat mij natuurlijk opgevallen is bij de decentralisatie van het sociaal domein, is dat er geen ICT-tafel was. Er waren allerlei tafels, ze hebben over alles nagedacht, maar een standaard en ICT-tafel die ontbrak. En we zijn nog steeds bezig om dat te repareren. Hoe is dat in de erfgoedsector, Elsbeth? Nou, ik wilde eigenlijk ook wel even een analogie trekken. Ik ben een paar weken geleden maar naar het Rietveld Schreuderhuis geweest. Ik weet niet of iedereen dat kent, maar dat is een inmiddels werelderfgoed. En Rietveld is de architect daarvan. En dat huis is begonnen met de vraag: hoe wil je leven? En ik denk eigenlijk dat het voor de overheidshuishouding een heel mooie vraag is om ook te stellen. De architectuur bepaalt: hoe wil je leven? Hmm. En in de digitaal erfgoedsector is dat dus ook echt het begin geweest. Wij willen dat de gebruiker bij al die materialen komt en ook kan terugpraten. Dus dat er niet alleen gezonden wordt vanuit die erfgoedinstelling, maar ook geluisterd. Die principes zijn vastgelegd in de DERA en worden daar dus nu ook verder toegepast. En dat leidt tot superleuke dingen zoals Van Gogh Worldwide. Alle schilderijen van Van Gogh die overal verspreid in de wereld zijn, zijn op grond van linked data weer bij elkaar gebracht en aangeboden. En is dat een beetje een docile sector, die erfgoedsector? Ik bedoel, volgen ze dat allemaal klakkeloos? Zijn er docile sectoren? Nee. Ik heb geen idee. Die zijn er niet, maar we zijn al 7 jaar bezig met elkaar. En dat betekent dat iedereen... Dit is eigenlijk wel een offer you can't refuse geworden. Als je hier aan mee wil doen en met deze mooie eindgebruikersproducten wil meewerken, dan is dit de manier om je informatie omdat te organiseren. Omdat je in een greenfield situatie zat? Nee, omdat we allemaal eigen dingen hadden. Maar we gewoon echt geïnvesteerd hebben in de samenwerking en in de afspraken. Om dus dat iedereen mag zijn eigen werkwijze hanteren, maar de architectuur verbindt die werkwijzes. Maar één stapje dieper nog. We hebben geïnvesteerd in de samenwerking. Ik kan me er van alles bij voorstellen, maar wat maakte nou dat het gelukt is? Waarom loopt dat goed? De krachtige visie in de eerste plaats, de sterke governance in de tweede plaats. En in de derde plaats het feit dat de overheid de ruimte heeft geboden, OCW in dit geval, om op deze manier te werken. Dus dit is een netwerksamenwerking, is ook echt vanuit de principes van netwerktheorie opgezet. De meest gereden partij pakt datgene op wat het dichtst bij zijn eigen werk ligt. Zo kan je samen veel meer bereiken dan alleen. Opgaves zijn al lang niet meer instellingsgebonden. En om dat recht te doen moet je ook dus architecturen hebben die niet meer instellingsgebonden zijn. Ik heb van Arre Zuurmond, onze host toch vandaag in gedachten in ieder geval, altijd geleerd: organisaties vergaan, maar processen blijven altijd bestaan. En ik denk dat dit daar een heel mooi voorbeeld van is. Hein, als je dat nou eventjes in jouw praktijk doorvertaalt, hè, wat is nou
Wat is nou de golden bullet om zo'n proces goed te laten lopen? Wat zie jij werken in het veld? Nou ja, zit het echt op die 2 à 4? Heel veel moeite doen om elkaar goed te begrijpen. En ik vind, Nederland is een meester in het verkleinen, het decentraliseren. Waardoor je uiteindelijk, hoe verder je decentraliseert, hoe minder behoefte er is aan architectuur. Hmm. Want dan is het nog misschien overzichtelijk, laat ik het dan maar zo zeggen. Maar het gaat ook steeds meer geld kosten. En het gaat ook steeds meer resourcing kosten. En het wordt ook steeds complexer. Dus we gaan als markt hebben we daar geen antwoord op, denk ik. Het is meer de kracht die je nu moet zien te ontwikkelen als gezamenlijke beweging. En daar ga ik weer om toch elkaar te begrijpen, die complexiteit te doorgronden. En dan maar eens te kijken, ook met een visionaire achtergrond en beelden, hoe gaan we hiermee om de goede samenwerking voor de komende 5, 10, 20 jaar echt te realiseren. Ja. Dus dat niet meer voor hoeft te komen. Want Twan, sourcing, gewoon goede mensen vinden, dat wordt de komende jaren ongelooflijk ingewikkeld. Als ik me niet vergis, zit in de I-strategie Rijk ook dat vakmanschap. En hoe komen we aan goede professionals, hoe trekken we dat er goed bij, is een belangrijk aandachtspunt. Zou dat ook een trigger kunnen zijn om op die, de vorige tafel zei op SG-niveau, om op SG-niveau onder de aandacht te brengen waarom je niet steeds opnieuw het wiel moet uitvinden? Ik denk dat het een hele belangrijke element is. Wat ik wel heel jammer zou vinden als deze architectuurdiscussie zou leiden tot een structuurdiscussie. Hmm. Want voor je het weet, daar zijn we in ieder geval bij de overheid heel erg goed in om zaken te vertalen naar structuurdiscussies. Dan denk ik dat we weer achterop raken, want dan zijn we weer zoveel jaar bezig om die structuur neer te zetten. Terwijl, als je goed gaat kijken naar de arbeidsmarktomstandigheden, zoals je net al zei, dan zie je dat je veel meer moet gaan investeren in de werkomgeving van mensen. Dat die mensen op een makkelijke manier hun werk kunnen doen. En als die mensen, en dan heb je daarmee ook een veel betere binding. Dus vanuit dat perspectief zou het heel goed zijn om de architectuur dus ook als hulpmiddel daarbij en die verbinder daarbij te gaan neerzetten. Zodat je dan ook de mensen mee kunt nemen in het geheel. Overigens vind ik het altijd wel heel ingewikkeld om het woord architectuur te gebruiken. Want, nou ja, laat ik zo zeggen, hier aan tafel denkt iedereen van oké, architectuur, we weten waar het over gaat. Hè? Maar de gemiddelde medewerker en de gemiddelde burger denkt bij architectuur, kijken ze naar een huis en dat soort zaken. En IT-architectuur, nou ja, dat is ver van mijn bed. En zeker als hij had het net al over visie. Hè? Visie is uiteindelijk ook een onderdeel van de architectuur waar we over spreken. Ja. Maar wordt vaak niet als zodanig gezien. Ja, ik kan je pleidooi, ik onderschrijf dat van harte. Enige precisie in wat we bedoelen is belangrijk om elkaar goed te begrijpen. Ook interbestuurlijkheid en interdepartementaal. Ik keek even naar het scherm. Omschrijf in één woord waar een goede IT-architectuur aan moet voldoen. En mijn oog viel op het woord stabiel. En daar kan ik me ook veel bij voorstellen, want we hebben het toch vaak over lange termijn investeringen, lange termijn projecten en programma's. Dan wil je wel een beetje houvast hebben. Hè? En de architectuur van vandaag moet dan eigenlijk ook de architectuur van morgen zijn. En als je bijstelt, dan moet je wel goed weten wat je doet. Hoe kijk jij daarnaar, Theo? We zijn natuurlijk op allerlei manieren bezig met die architectuur. Common ground. Hoe kun je die stabiliteit nou borgen? Nou ja, dat wordt dan mooi geschetst. Dus stabiliteit. Ik denk dat je dat borgt door te beginnen met een helder verhaal. Waar wil je naartoe werken? Een lange termijn verhaal. Dus ook in de voorbeelden die jij schetst over bijvoorbeeld die schilderijen van Gogh. Of die jij schetst over mensen die werk zoeken. Dan is het lange termijn perspectief is. Dat willen we doen. Mensen aan het werk helpen. En daar ontwerp je dan een architectuur en afspraken bij. En moet dan iedereen in zijn eigen huis datzelfde doen? Nee, moeten we met elkaar goed afspreken wat we dan verstaan onder een begrip. Hè? Wat is dan een Van Gogh schilderij? En hoe vind ik dat ding met linked data? En welke context hoort erbij? Ik denk dat belangrijk is. En die stabiliteit zit dus wat mij betreft vooral in een overkoepelende visie. Overkoepelende principes als wij stellen onze data beschikbaar voor hergebruik. Wij maken zichtbaar vanuit welke context dat is ingewonnen. En dat soort uitgangspunten veranderen echt niet. Dat de techniek verandert van SOAP XML naar API's en weet ik veel wat daar straks nog voor mooie nieuwe techniek bij komt. Dat is vanzelfsprekend. Maar dat is minder van belang voor die architectuur op een hoger verbindend niveau. Dus jij zegt eigenlijk die stabiliteit
In de principes die we met elkaar afspreken is die eigenlijk al snel georganiseerd. In de onderliggende niveaus, ja, daar heb je ook flexibiliteit. En die heb je ook nodig om die transitie te maken als organisatie naar zo'n nieuwere werkwijze. Ja. Guido, misschien mag ik nog even naar jou. Hè. Ik herinner me de discussies rondom de instelling van de architectuurraad van de PGDI. Hè. Toen was het beeld ook een beetje. Er zou een Rijksbouwmeester moeten zijn voor de ICT. Deel jij die visie? Als je hem afficheert als een Rijksbouwmeester voor de ICT, dan niet. Want een van de problemen die we vanuit die architectuur ervaren is dat architectuur zich beperkt tot de ICT. Niet voor niets geef ik dat voorbeeld van de arbeidsmarkt. Dat is een bestuurlijk vraagstuk, dat is een organisatorisch vraagstuk. Dat vraagt om een oplossing. En dan schuiven we die IT er wel onder, bij wijze van spreken. Dat is eigenlijk nog het geringste probleem wat we op die arbeidsmarkt tegenkomen. Dus als je zegt, ja, we hebben een Rijksbouwmeester nodig die dus de architectuur van de overheid tot stand brengt en bewaakt en dat aanjaagt, dan ben ik het er heel erg mee eens. Ja. Ja, misschien eventjes, jullie mogen zelf even kijken wie daar het meest op triggert. Hè. Een beeld dat ik heb is dat er vrij veel geïnvesteerd wordt bij de manifestgroep, hè, de grote uitvoeringsorganisaties. Ook bij het Rijk zelf, bij de departementen zelf. Gemeenten zijn zich opnieuw aan het oriënteren op hun IT-landschap. In gesprek met allerlei leveranciers van gemeentelijke software. Als er nou een moment is om die interoperabiliteit een push naar voren te geven, dan lijkt het wel nu. Wat zijn nou de drie standaarden in architectuur die er nu nog niet liggen, die we wel zouden moeten ontwikkelen? En ik kijk eventjes rond wie daarop wil reageren. Ik zie dat Theo zijn handen jeuken. Dit is niet voorop gezet. Nee, maar kom maar. Ja, deze jeuken dan echt wel. Dus ik zou zeggen, dat zijn er voor mij drie, mocht ik het noemen. Dat begint met standaarden voor interoperabiliteit. Dus ook gewoon de technische interoperabiliteit tussen organisaties. Inclusief mooie mechanismen als wie ben jij dan die informatie opvraagt, dus identity and access management. Dat is één. Ik denk dat een ander heel belangrijk is semantische standaard afspreken. De semantiek. Wat verstaan we onder een begrip? In welke context is dat ingewonnen? Zodat ik kan begrijpen wat jij mij aanbiedt als data. En ik denk dat dat ook een hele belangrijke is. En als laatste zou ik zeggen echt een setje standaarden waarmee we de burger inzicht gaan geven. In waarvoor is die data gebruikt, voor welk doel en door wie? Zodat we die transparantie bieden. Regie op gegevens. Dat is dan onderdeel van regie op gegevens, namelijk persoonlijk inzicht in datagebruik. Ja. Daar is dat, datasoevereiniteit. Datasoevereiniteit. Is dat concreet genoeg voor jou, Twan? Kan je naar mij te voeten? Dan kan ik redelijk bij de voeten en ik herken ze ook. Hè. Ik mis in ieder geval de duurzame toegankelijkheid nog als het over de informatiehuishouding gaat. Maar ik mocht er maar drie kiezen. Daarom vul ik het graag voor je aan. Maar wat ik er wel graag aan toe wil voegen is dat we dat wel vanuit het perspectief doen van de medewerker of van de burger. Ja. Want de afgelopen jaren hebben we, inclusief de markt, zijn we wel heel goed in staat geweest om te bedenken wat wel goed is voor die burger, wat wel goed is voor die medewerker. Terwijl als we het omdraaien, dan weten we pas echt hoe het proces zou moeten gaan lopen. En dan is het heel belangrijk dat je die standaarden hebt om uit te wisselen. En dan kun je die samenwerking veel meer en veel beter vlot trekken. Elsbeth, bestaat er one time right? In één keer goed? Nee, gelukkig niet. Iteratief? En lerend. Ontwikkelgericht. Ja. Ook op de architectuur. En ik werk zelf bij een bibliotheek, de Nationale Bibliotheek. Bibliotheken doen al eeuwen informatiebeheer. Ja. En elke keer als er dus extra informatie vrijkomt, komen er ook nieuwe technieken vrij om daarmee om te gaan. Dus ik maak me ook niet zo'n zorgen. Nou goed. Hein, one time right? Nou ja, in IT niet altijd. Hè? Vaak niet, omdat het ook mensenwerk blijft. En ik vind in heel veel trajecten ontstaat er toch altijd een hele nieuwe dynamiek als de opdrachtgever-opdrachtnemerrelaties zich meer gaan kristalliseren. Dus het maakt zich ook in dit soort vraagstukken altijd weer uitdagend, en dat dan blijf ik een beetje herhalen, zorg dat we elkaar blijven begrijpen en blijven vinden in die uitdaging die er gewoon ligt. Want die digitale transitie die doet er echt toe. Want ik vind maatschappij, ja, dat kan een beetje een open deur zijn, maar de maatschappij staat niet stil. En als je kijkt wat de maatschappij doet met data, dan denk ik van, oei, overheid, loop, kijk uit dat je dat spoor niet mist. Dankjewel. We gaan afsluiten, want we gaan langzaam naar de pauze toe. Ik wil jullie heel hartelijk danken voor jullie bijdrage. Ik hou daaraan over. Digitalisering doet ertoe. Het glas is half vol. We doen het eigenlijk hartstikke goed.
Dat betekent niet dat we niet moeten klagen. Dat betekent ook niet dat het niet nog beter kan. Maar we zijn best wel goed op weg. En ik merk de grote consensus hier aan tafel over de dingen die we eigenlijk als eerste aan moeten pakken. Dus in die zin denk ik, er ligt een basis om op verder te bouwen. En dan komt het met die governance, die kwaliteit in dat doen, straks ook wel goed. Dank voor deze ronde wederhoor. En wij gaan even met pauze. Over 10 minuten, denk ik, zijn wij weer bij u terug. Welkom terug bij deze keukentafel. En we hebben een nieuwe set gasten, maar allemaal zijn al aan tafel geweest. Elsbeth, Guido, Daan, dankjewel. Ik wilde Bas zeggen, maar dat heeft iets heel anders. Andere associatie. Erik en Theo, welkom terug. We hebben een drietal vragen en stellingen voor jullie bedacht. Die komen op het scherm. Met de Mentimeter kunnen jullie daaraan deelnemen. En daarover gaan wij hier aan tafel dan in gesprek. En de eerste stelling is, de overheid heeft een chief architect nodig. En Daan, jij gaf die stelling natuurlijk ook al in de eerste ronde. We kijken nu ook eens eventjes wat de kijker daarvan vindt. En terwijl dat oploopt, ik zie nu dat het in ieder geval in balans is. Zowel eens als oneens. Terwijl we dat bekijken, ga ik ook hier aan tafel eens even vragen. Is er iemand mordicus tegen deze stelling? Ja, Erik, kom maar. Volgens mij hebben we geen chief architect nodig, maar hebben we een groep mensen die aan tafel tot een goede beslissing kunnen komen. En één is geen, zeg ik altijd. Ik denk niet dat we een knelpunt moeten zoeken in de mind van één persoon. Ja. Guido, Erik die pleit voor een zelfsturend team van architecten. Werkt dat? Nou, ik denk dat je de term chief architect wat breder moet interpreteren. Dat is natuurlijk altijd een instituut. De Rijksbouwmeester is een instituut. Dat is een bureau, daar werken een aantal mensen. En één iemand mag dan de vlagdrager zijn. En zo interpreteer ik dus deze vraag. Dus dat is niet één iemand. Iemand is het boegbeeld en daarachter zit een groep die samenwerkt. Elsbeth. Vooruit dan maar. ik denk inderdaad, je hebt een netwerk van mensen nodig met verschillende perspectieven, ook voldoende diversiteit. En als dat in een instituut dat chief architect heet, zit dan... Ja, diversiteit is een belangrijk punt, zeker in de architectencommunity. Daar ben ik inmiddels al wel achter. Ik begrijp dat ook in de chat er wel wat opmerkingen over binnenkomen. En tegelijkertijd is het ook best lastig nog om die vrouwelijke architecten te vinden en om die diversiteit te bevorderen. Maar dat het een streven is, dat ben ik helemaal met jullie eens. Op alle fronten, op alle vlakken. Theo, die chief architect die komt er, hè, en daar zit een groep architecten onder. Hoe stuur je die nou aan? Ja, hoe stuur je die nou aan? Nou, om te beginnen zou ik daar misschien nog één ding aan toe willen voegen. Die architecten laten we die halen vanuit verschillende organisaties die we al kennen. Maar dan wel met als nadrukkelijke opdracht, je bent dan architect ten behoeve van het geheel. Dus je bent dan niet in dienst van, zoals in mijn geval bijvoorbeeld de VNG. Nee, op dat moment ben je in dienst van deze groep architecten. Ten dienste van de hele overheid. Ten dienste uiteindelijk van die burger en die ondernemer. Je brengt je domeinkennis mee en je gaat vanuit het collectief maar werken. Maar je opdracht is het collectief. En hoe stuur je dat dan aan? Als het goed is stuur je dat met elkaar aan. Maar ik zou zeggen, de ultieme toets van die aansturing hoor je misschien wel op te halen bij dan toch... denk ik, die burger op een gegeven moment, daar in de buurt. Of bij het parlement, de staatssecretaris, de volksvertegenwoordiging. Ja, helder punt, ja. Dankjewel. Daan, volgens mij heb je hem binnen, die chief architect. Nou, nog niet helemaal. Ik hoor een aantal goede dingen. Ten eerste wil ik eventjes neerleggen, ik geloof niet in polderen met IT. Het is flauwekul dat we dingen met groepen doen en maar door blijven polderen. Maar we hebben het niet over architecten, we hebben het over een architect. Architectuurpopulatie. En daarvan is er één de baas. Op schip is er ook maar één kapitein. En naast architecten hebben we ook nog een hele sloot ingenieurs. Op het gebied van data, op het gebied van security, op het gebied van infrastructuur. En dus dat is één club die is ook enerzijds kijkt wat de vormgeving zou moeten zijn. Anderzijds kijken of het realiseerbaar is gezien de technologische kant. Ik probeer even te focussen. Daan, je zegt twee dingen eigenlijk. Eén, digitalisering en ICT is digitaal. Het is of één of nul. Ja. En hier niet te veel polderen. Het tweede punt wat je zegt is van er is één kapitein op het schip. En mijn tegenvraag zou zijn, is dit nou een kapitein die we nodig hebben? Of is het een admiraal van de vloot?
Ik heb zelf niet in militair dienst gezeten. Ja, ik ook niet. Maar de vloot is natuurlijk nog het geheel van het conglomeraat van schepen die samen de Theems opvaren. Waar we het net ook over hadden, Achmea die had eerst vloot management. Al die verschillende merkjes. En die hebben nu gezegd gewoon één kapitein, één club, één IT. Ja. En ik dacht dat Jan-Peter Balkenende toen heeft gezegd, heel lang geleden, compacte overheid. Dat begrip zouden we moeten afstoffen en moeten gaan implementeren. Ja, ik ga deze discussie nu niet uit je aan. Hè. Er zit iets ingewikkelds in de collegiale bevoegdheden van de ministerraad enzovoort. Ik zag ook een reactie uit de Tweede Ring. Sterker nog, wij van WC Eend vinden dat WC Eend natuurlijk nodig is. Ik vind dit een typische architectendiscussie. We hebben binnen de overheid al zoveel lagen. Volgens mij al veel te veel lagen waar leiding gegeven wordt. Het is daarom dus ook echt een governance probleem. En moeten we vooral kijken hoe we het in de governance op en een betere manier... En hoe doen we het wel? Nou, wat mij betreft moet je zorgen dat in ieder geval een aantal dingen geborgd worden. Dat die ook echt nagekomen worden, hè, als je het met elkaar bedenkt. Moet je ook de afspraak maken om het na te komen. En zorg dan ook dat je het gaat handhaven. En met name dat laatste stuk, dat gebeurt gewoon veel te weinig. Pleit je dan voor een autoriteit of pleit je voor iets anders? Nee, ik praat je moet voor een autoriteit. Toch een bordje op zijn maar op die zijn hebben we al. We hebben namelijk, de CEO Rijk hebben we op dit moment al. Die heeft ook al vergaande bevoegdheden. Kan die althans hebben als die gebruik maakt van wat hij al heeft. En de CEO daarnaast, Rijk zou die rol eigenlijk moeten vervullen? Die zou dat kunnen vervullen. Ja, okay. En die heeft ook het CEO-beraad waar alle CEO's van al die departementen in zitten. Dus kortom, hij zou al een zekere mate van doorzettingsmacht kunnen hebben. Nou, en we zijn natuurlijk ook aan het werken, althans we, Lees Arre is aan het werken, aan een informatiewet die er moet gaan komen. Ook die kun je gebruiken om die doorzettingsmacht nog naar een hoger plan te verheffen. Alsjeblieft, ga niet extra lagen invoeren. Ik hoor je een nuance aanbrengen en dat is goed. Hè, van, is het echt een chief architect, WC Eend, pleit voor WC Eend? Je kunt natuurlijk inderdaad ook zeggen, van ja, je belegt dat in bestaande functies. Aandacht voor zoiets is natuurlijk altijd wel belangrijk. Even kijken naar de Mentimeter. Dan zie je dat de meeste mensen thuis het eens zijn. Een aantal mensen zijn het oneens. En ik denk dat dat ook een goed moment is om onze vraag in de Mentimeter op te schrijven. Wat zou je dan als eerste doen als je wordt benoemd als chief architect? De meeste mensen thuis waren het er toch mee eens. Hier aan tafel toch ook wel een lichte voorkeur om wel zo'n functie in te vullen. Maar wat is dan het eerste wat je oppakt? Nou, de mensen thuis kunnen reageren op de Mentimeter. Daar maken we weer een mooie wolk van. En de eerste bijdrage is er eentje die is al aan de borrel begonnen, denk ik. Ontslag nemen. Nou, dat sluit er mooi aan bij het argument van Twan. Die functie is niet nodig. Misschien is de achtergrond ook wel dat het een ongelooflijk moeilijke functie zou kunnen zijn. En daar kan ik me wel van alles bij voorstellen. Ik zie ook architecten vertellen dat ze zelf geen keuze maken. De keuzes zijn aan de beslissers en de architecten die dragen informatie aan om een keuze te maken. Ik kan me daar veel bij voorstellen. Ik kijk ook eens even rond een tafel. Wie wil hier als eerste op reageren? Ik zou twee dingen als eerste doen. Ik zou de Noren laten herschrijven en ik zou de Istrategie Rijk herschrijven. Istrategie Rijk die gebruikt het woord architectuur alleen maar een beetje in technische zin. Maar die heeft niet door dat architectuur heeft te maken met vormgeving. Als ik ga digitaliseren, dan moet ik weten waar ik moet beelden hebben. Een eindbeeld, tussenbeelden, dat zijn architecten, die maken die beelden. Hmm. En dan de CRO, die helpt dat uit te voeren. Dus ik zou eigenlijk de CRO onder de architect zetten, hoor. Ja, onder de Rijksarchitect. Helder, Theo? Ik zou iets anders doen. Kijk, ik denk dat het belangrijk is om, wat dan wel eens genoemd wordt, werken onder architectuur. Maar eigenlijk moet je dat dan denk ik anders benaderen. Ga nou eens naar de mensen toe die verantwoordelijk zijn voor het toepassen van de architectuur. Wat voor plaatje, je had het over plaatjes dan, hè? Architectuur moet een plaatje zijn. Wat voor plaatje heeft nou de minister van Infrastructuur en Milieu nodig om gebruik te gaan maken van die functies die wij in gezamenlijkheid ontwikkelen? Wat heeft hij nou nodig om die keuze te durven maken en ook de opdracht te geven aan zijn of haar mensen, dit ga jij doen. Want die zweep, die moet daar gehanteerd worden, niet door een architect, dat is kansloos. Dus wat hebben we daarvoor nodig? Dat zou ik als eerste doen. Tweede wat ik denk ik zou doen is, snel komt dan toch dat woord community, richt iets op dat we kunnen leren van elkaar. Leren, delen, delen van kennis, delen van ervaring. En misschien ook wel af en toe doen, hè? Doing community, uitproberen, experimenteren, wat kan goed werken.
Maar ik zou zeggen, dat management, nou, die moet aan de bak. En de buitenkant naar binnen halen, dat management in positie brengen. Het komt best een beetje overeen met een aantal van de dingen die ik ook in de chat voorbij zie komen. Naast Daan, kom aan boord, walk the talk. Dus dat is een directe uitnodiging, denk ik, van iemand met een zonnebril op. Het verbinden van verschillende disciplines, midden in de organisatie staan, de beste ervaren architecten verzamelen, maar ook de vraag stellen, hè, wat heb je nodig? Sturen op samenwerking, succescriteria formuleren. Toekomstbeeld achterhalen, dat komt ook wel aardig in de buurt van die visualisatie, denk ik. Wat missen jullie nou nog als je dit zo bij elkaar hoort? De programmering, denk ik. De programmering? Ja. Ik vind inderdaad, architectuur doe je niet in een stabiele situatie. Hè. Dan is het zoals het is. Maar op het moment dat je een ambitie hebt, als je zegt van ja, ik wil iets gaan veranderen, iets verbeteren, dan ga je eigenlijk kijken naar die beelden van de toekomst. Ja. Van wat gaat dat dan voor de maatschappij? En welke maatschappelijke opgave, waarvan wij weten dat onze politici daar warm voor lopen, waar budget voor beschikbaar gesteld wordt, leent zich nou goed voor zo'n programmeringsvraag? Nou, ik denk dat... Kijk, open op orde is voor mij toch iets wat intern bij de overheid vooral speelt. Ik denk dat voor de burgers heel erg belangrijk is hoe zij met die overheid in contact staan. Wat ze daar beleven, wat ze daar aan menselijke maat ervaren. Hoe ze gehoord worden als ze iets vertellen. Hè, dat er goed geluisterd wordt door de overheidsmedewerkers. En dat de overheid dan ook levert wat ze eigenlijk in rechtens toekomt. De burgers hebben recht en plicht. En is daarmee de bouw dan ook een goed voorbeeld? Werken aan uitvoering om de interactie tussen overheid en burger te versterken. Is dat niet zo'n goed programma om dat dan op toe te passen? Ja, maar ook eigenlijk is WOW ook weer zo'n intern overheidsfeestje, zou ik bijna zeggen. Die dus kijkt naar de uitvoering en het beleid. En eigenlijk tussen de spanning tussen uitvoering en beleid. Omdat beleid dingen wil die de uitvoering niet kan leveren altijd. En daar komt dan spanning in, omdat ze te weinig betrokken zijn. Of wat, nou goed, allerlei onderwerpen zijn er die relevant zijn. Ik hoor je maar het vraagstuk niet de burger naar. Ik vind echt de burger naar de overheid, de interactie daar. Ja. Dat is volgens mij de kern, omdat dat ook grondrechtelijk en in allerlei wetten vast ligt. Ja. Ik hoor je zeggen, de interactie gaat tussen burger en overheid. Ja. En tegelijkertijd probeer ik mezelf voor te stellen, hoe dan? Hè? Is dat dan omgevingswet? Is dat dan het sociaal loket bij de gemeente? Is dat dan mijnoverheid.nl? Of is het dat allemaal? En is het dan allemaal nog in een architectuur te vatten? Ja. En ik denk dat het essentieel is om het te gaan vertellen in casussen die burger begrijpt. Juist. Dus zo'n vraagstuk als een energietransitie of een stikstofcrisis. Zo. Allemaal dingen waarvan je kunt laten zien als overheid. Hier komen de gegevens vandaan die wij gebruiken voor deze zeer moeilijke keuzes die hier aan de orde zijn. Dus als je zo'n boer aanbiedt om uit te kopen, op basis van welke data doe je dat dan? En ik denk dat we daar. Ja, welk kaartje? Waar komt dat kaartje vandaan? Hoe bouw je dat op? En ik denk dat het essentieel is om dit vraagstuk daaraan op te hangen. Guido, begin je handen al te jeuken? De stikstofarchitectuur? Nou, kijk, ik ben voor allemaal. Hè, want we hebben een heel grote opdracht met elkaar te doen. En wat ik zou doen is een coalitie vormen van hoogwaardige architecten uit de verschillende bestuurslagen die echt weten hoe de hazen lopen. Dat is één. Twee, architectuur is een dienend vak. Je mag het best chief noemen hoor, maar het is een dienend vak. En ik vind dus dat die chief met zijn mensen dan ook op zoek moet naar de beslissers. Dat er overleg moet plaatsvinden op hoog niveau met die verschillende bestuurslagen om die toegevoegde waarde die architectuur kan leveren ook werkelijk leverbaar te maken. Want dat heb ik straks ook gezegd. Ik merk gewoon dat op bestuurlijk niveau eigenlijk de kracht van architectuur vaak teloor gaat wegens, nou ja, hen moverende redenen, laat ik het zo zeggen. We hadden het net over die bouwmeester, hè? En toch even naar dat dienende vak toe. Ja. Ik werk in een monumentaal pand. Het is prachtig verbouwd aan de binnenkant. Vind ik zelf dan, hè? Maar goed, ik werk dan ook. Wij mogen daar niets veranderen. Dat mag niet van de architect. Is zijn intellectual property right. Dat is interessant. Ik woon in Amsterdam. Rijksmuseum. Prachtig. Nou ja, de heisa die er geweest is over de architectuur van de verbouwing van het Rijksmuseum is gigantisch. Heeft die IT-architect die status al? En is dat dan nog dienend? Of is dat eigenlijk dienend in een soort overtreffende trap van stiekem sturend? Nee, maar wij eerst Guido en dan Daan. De mensen die zich met de architectuur van de overheid bezighouden, die hoeven zich niet zorgen te maken over het cultureel erfgoed van de digitale overheid. Hè. Dus in die zin speelt dat nog niet zo heel erg. Dat kan misschien over 50 jaar een probleem zijn, maar dan doen we dat netjes in een museum of in een bibliotheek. Dat vind ik allemaal prima.
Ik vind ook dat de architectuur die je met elkaar afspreekt, dat zeg ik altijd, is een afspraak. En dat betekent dus dat dat in dialoog met onze bestuurders moet gebeuren. Dus die bestuurders die moeten zeggen, ja, dit is een goed idee. Architecten moeten leren, want dat is vaak wel een beetje een lastig dingetje, om het verhaal, het kwam al eerder aan de orde, op een zodanige manier naar de bestuurders toe te brengen dat de besluitvorming daarmee helder ondersteund kan worden. Er is toch wel een beetje van een Mars- en Venus-achtige relatie vaak tussen de architect en de senior manager van organisaties. Ja, en het Mars hoort en Venus, maar ook een beetje kip-ei, want die bestuurder die weet niet dat hij het moet vragen. En die architect die komt niet aan tafel bij die bestuurder. Ja, maar goed, ik ga toch even naar Daan, want die wil ook graag reageren op die positionering van de architect. Was mijn beeld dat je daarop wilde reageren. Nou, dat het niet veranderd mocht worden. Ik herinner me weer. Het ging over het copyright of zo, wat een architect heeft. Dat kan in de digitale wereld nooit. We zijn nog nauwelijks begonnen met het digitaliseren. Ik bedoel, ja, zo af en toe zie je wat eiland digitalisering bij gebrek aan architectuur. Dus dat hele traject dat moet nog volwassen worden. Dan kan je toch niet zeggen, deze architectuur die is nu heilig. Nee, maar mijn vraag ging vooral over Guido, die stelde, architectuur is een dienend vak. En die bestuurders moeten aangeven wat ze nodig hebben. En ik zei, nou ja, die architectuur in de fysieke werkelijkheid, hè, is weliswaar ook een dienend vak. Want uiteindelijk moet er gebouwd worden en is een opdrachtgever. Maar dat dienende, dat heeft toch wel een behoorlijk strikt karakter en ook wel een zekere status. Dat is voor mij een open deur. Jij bent verantwoordelijk voor de architectuur die je kiest voor je huis. Want jij moet erin leven, jij moet erin functioneren. Dat geldt mutatis mutandis ook voor de business. De SG en noem maar op, DG's, et cetera. Die moeten erin leven. En de architect helpt dat om vorm te geven. En dan kunnen ze zeggen, ja, hier kan ik wat mee, hier wil ik wat mee. Of dit moet worden veranderd. Hmm. Dus in zoverre ben ik het volledig mee eens met Guido. Een dienend vak. Een dienend vak. De gemiddelde business manager weet verdomd goed wat hij wil. Hij kan de lessenstrot niet uitkrijgen. En daarvoor heb je een dienende architect die met een serie visualisaties probeert om het beeld duidelijk te krijgen. En uiteindelijk beslist die business van, ja, deze wil ik hebben. Ja. Zouden jullie de stelling aandurven dat de directeur financiën op een departement ook een dienend vak uitoefent? Ja? Ja. Oké, mooi. Heel goed. Ik denk dat wij naar de volgende vraag, de volgende stelling gaan. Volgende vraag, pardon. Ik zeg het niet helemaal goed. Wat vraagt een goede informatiehuishouding meer dan een architectuur? En dat refereert ook even terug aan onze centrale stelling van vandaag natuurlijk. Hè. Zorgt falende IT-architectuur voor een dito informatiehuishouding? Wat is er nou nog meer nodig om die informatiehuishouding op orde te krijgen dan alleen die architectuur? Die hebben we best wel afgekalfd even met elkaar. Wat is hier nou nog meer nodig? Ik ben heel benieuwd wat er straks in de Mentimeter ook naar voren komt. Dat gat zich vast zou vullen. Maar misschien is er iemand in de tweede ring die alvast wil reageren. Laten we eens even naar de tweede ring gaan. Henk. Is er iemand die wil reageren op deze vraag? Ik zou ze voor het blok zetten. In het RDI-programma als zodanig en de gelden die daar naartoe gaan, ook naar ministeries en de uitvoering, is de aandacht voor de mensen die dat werk moeten doen. En de competenties van de mensen die dat uiteindelijk ook in deze hoogtechnologische tijden goed beheersbaar moeten maken. Met ook de onduidelijkheid die over het algemeen is van hoe ga ik om met archivering, hè? Wat wel, wat niet en hoe dan. Ik denk dat daar wel ook een primaire uitdaging ligt naast wellicht het hebben van de architectuur. De mensen moeten het toch doen, dus wat dat betreft. Ik denk dat we ook veel meer in gesprek moeten met een jongere generatie. Dus, en dan buiten ons architectuurveld. We hebben in de vorige sessies ook gezien van deze serie dat de jongere generatie zich ook niet echt gehoord voelt. We hebben het ook gezien bij de houtskoolschets. Dus daar moeten we mee in gesprek. En ik denk dat daar heel andere beelden uitkomen dan dan wat wij nu schetsen. Daarmee kun je ook mooi de link leggen naar het onderwijs. En de link naar je toekomstige medewerker, beleidsmedewerker, maar ook toekomstige architect. Om die alvast mee te laten werken en leren in de community die je start. En die verbinding maak je dan ook al. Dan heb je ook al een toekomstige ambtenaar verbonden met dit geheel. Mooi. Ik hoor achter me, hoewel het niet allemaal even makkelijk te verstaan is in deze ruimte. Maar ik hoor diversiteit, jongeren betrekken. Vooral ook die verbreding zoeken.
Op het scherm zie ik ook dingen in de trant van medewerkers. Hè, die weten wat ze moeten doen. Competente en deskundige bestuurders. Management systeem. Samenwerken in de ketens. Het systeem aanspreken. Informatiedeskundigen die wel beide talen voldoende beheersen. Digitale geletterdheid. Best een rijke oogst zo eventjes. En dat woord diversiteit, dat blijft bij mij even hangen. Van ja, hoe krijg je nou iedereen aan tafel ook? Ja, als je de microfoon erbij pakt, dan gaat dat goed. Nou, ik mis eigenlijk één woord. En dat is niet een bestaand woord, maar ontsnippering. Ontsnippering. Ja, wij hebben onszelf echt in de hoek van de kamer geverfd. Doordat we dus heel ver gegaan zijn met decentralisatie, met de hele bestuurlijke constructie, Huis van Thorbecke, dat zal ik niet ter discussie stellen. Maar het resultaat is wel dat wij op allerlei plekken binnen de overheid fantastische oplossingen al hebben. Alleen ze zijn allemaal beperkt in hun toepassing. Dus vandaar mijn pleidooi voor ontsnippering, stroomleiding, samenwerking. Zorg dat de goede dingen die we hebben, dat die dominant worden, dat we die veel breder gaan gebruiken. Dat zijn geen rocket science-achtige uitvindingen meer voor nodig. We hebben eigenlijk alles voor een hele moderne architectuur van de digitale overheid. Laten we dat ontsnipperen. Daarvoor hebben we die medewerking nodig van senior managers, bewindspersonen misschien zelfs, om dat tot stand te brengen. En dat zou dus denk ik de aanvullende factor zijn om die informatiehuishouding van de overheid goed tot stand te brengen. Het is een aantrekkelijk perspectief. Hè? En, zelf ben ik dan betrokken bij de gemeentedelers. Hè? Prachtige initiatieven die dan op allerlei manieren onder de aandacht komen. Vanuit de VNG doen we dan ook het samen organiseren. Hè? Dus we proberen dan een initiatief op te pakken. 1 keer ontwikkelen, 344 keer gebruiken. En hoewel ieder van die initiatieven in zichzelf qua functionaliteit en qua prachtig is, blijkt het toch nog hartstikke moeilijk om dat ontsnipperen dan ook echt vorm te geven. Hè? Want het blijkt dan toch dat in al die autonome entiteiten weer verschillende functionaliteit gevraagd wordt, net een andere inrichting. Hoe kijk jij daarnaar, Erik? Hoe kunnen we dat voorkomen? Niet. En waarom zou je het voorkomen? Want je moet wel ontsnipperen, maar daar zit een tempo in wat bepaald wordt door, kijk maar, alles dat wat daar staat. De motivatie van medewerkers, de mogelijkheid van systemen of wat dan ook. Je kunt er heel veel dingen in noemen, maar voor mij is altijd de vraag, wanneer is het op orde? Hoe is dat bepaald? Ik bedoel, wat is de ambitie daarin? Volgen dan de archiefwet of moet er iets anders nog op orde zijn? Waar ligt het precies? En dat ligt voor elke organisatie een beetje anders. En dat is ook een beetje afhankelijk van hoe jouw organisatie samenwerkt met heel veel andere organisaties. Want op het moment dat je met elkaar dingen samen doet, verbind je je. Ja, als je zoals een gemeente met wel 20 ketens verbonden bent, dan moet je eigenlijk aan 20 verschillende verwachtingen misschien gaan voldoen. Want dan ben je wel aan het ontsnipperen. Want elke keten ontsnippert, zullen we zeggen, binnen de keten. Maar tussen keten dan weer niet. Mag ik het zo interpreteren dat je eigenlijk zegt van ja, die ontsnippering, dat is gewoon een proces van lange adem? Ja, klopt. Als je de factor tijd eraan toevoegt, dan kom je verder. Ja, betekent klopt. Wel dat je die naleving en dat pas toe of leg uit, dat je dat leg uit een beetje dichtzet. Nee. Nee, juist niet. Je zet hem juist wagenwijd open. Als je met elkaar hier aan tafel besluit, we gaan ontsnipperen, dan ga je ontsnipperen. Dan moet je doen. En het begint bij het feit van, ja, en hoeveel snippers zijn er eigenlijk? Van, als je dan zegt van, en er mag maar eentje worden, dan ga je niet halen. Want je hebt de oude, je hebt de huidige, wortel, en je hebt de nieuwe, en dan komen er telkens nieuwe. Je de moet wortel, weten. De preek en de stok. En jij zegt van, gebruik nou die wortel. Absoluut. Want die preek en die stok, die in het Nederlandse systeem bieden alleen maar weerstand. Elsbeth? En hoe lang is iets ook op orde? Hè? Dus ontwikkel vooral een proces waarmee je iets steeds een beetje beter kunt maken. Ja. Dat is zeker met architectuur echte kunst. Ja. Lange adem en stapje voor stapje. Ik zie dat de tweede ring. Dan maak je dus in die dilemma's die ik eerder noem, maak je dus keuzes. Maar zo'n keuze maken betekent wel dat je soms verantwoordelijkheden moet herbeleggen. En dat herbeleggen van die verantwoordelijkheden is echt wel een dingetje. We hebben het al over het Huis van Thorbecke gehad. We hebben het al gehad over CIO of een chief CIO of een chief architect die daar dan over gaat. Maar dat betekent daadwerkelijk dat verantwoordelijkheden die nu versnipperd zijn, dat je die moet gaan bundelen, ergens anders neer moet leggen. Als je die stap niet bereid bent te nemen, dan wordt het een hele ineffectieve architectuurproces. Ja. Of je gaat elkaar vertrouwen. Je komt terug op die keuzes. En jij zegt of je gaat elkaar vertrouwen. En wat is daarvoor nodig? Nou, als je dus werkt vanuit het principe, dit is wat wij samen willen bereiken en daar maken we samen afspraken over, dan ligt die vraag, die rode knop, niet zo hard op tafel. Wie gaat hierover? Dat is echt een ouderwetse manier volgens mij van hiërarchisch organiseren die niet aansluit bij de informatiemaatschappij. Ik ga er toch een, en dan kom ik bij Daan en dan bij Theo, even iets tegenin brengen.
344 gemeenten. Allemaal een eigen college van burgemeester en wethouders. Allemaal met een eigen politieke kleur. Die best wel verschilt af en toe. En daar zijn ook af en toe echt gewoon verschillen van inzicht. Die willen dat echt op een andere manier vormgeven. Hoe gaan we daarmee om, Daan? En dan mag je ook je eigen punt maken. Want je stak al je hand op voordat ik deze stelling erin gooide. Sorry, wat was je stelling precies? Ja. Ik zei vanuit politieke verschillen in een decentrale eenheidsstaat met 344 gemeenten, 10 waterschappen, 12 provincies enzovoort, zit je natuurlijk ook in een situatie dat soms zo'n autonome bestuurslaag ook gewoon andere keuze wil maken en het anders in wil richten. En hoe ga je daar dan mee om? Dat heeft te maken met doorzettingsmacht. We hebben een GEMA. En voor zover ik weet, dat hebben de 4 grote gemeentes, de 4G, die hebben gewoon hun eigen architectuur. Ja. En de kleintjes kunnen het niet betalen om er iets van te maken en de grote staat eigenwijs. Ja, hoe ga je daarmee om? Ja. Dilemma. Dilemma. Ja. Heel goed. En dat jij andere nog punt, een ander punt. Wat ik, kijk, dat is leuk wat vraagt een goede informatiehuishouding meer dan architectuur. Mijn tweede vraag aan Arre was tijdens het IBestuurcongres. Bepaal is de informatiepositie van de burger en de informatiepositie van de Tweede Kamer. Daar gaat het erom. En als je dat niet bepaald hebt, waar ben je nou bezig met je informatiehuishouding? Tenminste, ik voel me als burger, belangrijkste stakeholder. Ik wil niet gewoon zoeken, ik wil het snel kunnen vinden. En interesseert mij wat hoeveel departementen erachter zitten. Ik heb een bepaalde vraag. En dat erachter zit wel een navigatieprincipe, waardoor het naar die ministeries komen. Ja, ministeries worden dan back-offices eigenlijk. Hè? Ik bedoel, dat is een beetje lullige aangelegenheid. Maar de informatiepositie van de burger, dat vind ik een hele belangrijke als je het hebt over de informatiehuishouding. Ja, dus redeneer hem terug vanuit de informatiepositie van de inwoner. Ik kijk ook nog met een schuin oog eventjes naar het scherm. Stoppen met eilanddenken met hoofdletters. Drive, commitment, begrip bij de professional en nog een reactie hier in de tweede ring achter mij. Ja, ik sloeg wel aan op dat woord ontsnipperen. Eigenlijk een heel mooi woord. En eigenlijk hebben we een heel mooi voorbeeld eigenlijk binnen de overheid waar we dat gedaan hebben. Met P-Direct. Hè? P-Direct is eigenlijk het ultieme voorbeeld waar iedereen elkaar gevonden heeft. Daarvoor, voordat we dat hadden, had iedereen zijn eigen tokootje. BZK had en Plaza. Nou, en hè, er waren dus heel veel verschillende architecturen. Uiteindelijk heeft men zich gevonden in één architectuur. En je hoort wel collega's her en der schelden van dit werkt niet, dat werkt niet. Maar we stick to the plan. We blijven bij Emplaza, we blijven bij P-Direct en bouwen dat zeg maar met elkaar uit. Dus we kunnen het wel. Er zijn goede voorbeelden om de ontsnippering en de eilandcultuur tegen te gaan. En dat geeft ons ook hoop. Je kunt het ook andersom gebruiken, want die snippers, dat zijn dus specifieke dingen die je wilt hebben van, er zijn mooie voorbeelden, waar vind je die? De RDW heeft een ontwikkeling gedaan binnen Nederland, die zo goed door andere landen is bevallen, dat ze hem hebben overgenomen. Dus dat is gewoon in Europa gekopieerd en wordt gewoon onderhouden. Dat is gewoon een Nederlandse, mooi voorbeeld. Daar zijn we ook heel effectief in, door onze standaarden en onze ideeën Europees uit te venten, heb je weer een betere positie. Ik ga dit stukje afsluiten, want we hebben nog een laatste vraag, als ik niet vergis. Dat is niet het geval. We zijn er helemaal doorheen. Hartstikke mooi. Er zijn wel een aantal punten in die nog niet op tafel zijn gekomen. Zou je die voor ons willen noemen? Kan ik die nog inbrengen? Want er wordt ook een aantal keer gedrag genoemd. En dan met name de noodzaak tot gedragsverandering. Zijdelings is dat volgens mij wel een aantal keer voorbij gekomen. Maar hij wordt hier een aantal keer genoemd. Dus ik ben ook benieuwd of dat aan tafel iets is waar ook zo naar gekeken wordt. Is gedrag een belangrijk component om onder de loep te nemen als het gaat om informatiehuishouding en IT-architectuur? Gedrag. Misschien wel als exponent van cultuur. Wie wil daarover? Ik vind het een goed voorbeeld wat je net gaf over P-Direct. Dat speelt dan binnen het Rijk. Je hebt de vraag net op tafel gelegd van er zijn verschillende politieke partijen als achtergrond van bestuurders. Tuurlijk, zo werkt dat. Maar laten we eens leren van het resultaat dat Nederland ook een heel uniek land is. Omdat wij allemaal met een OV-chipkaart op zak lopen. Waarmee je alle vervoersmodaliteiten kunt gebruiken. En laat daar nou de overheid, allerlei overheden de opdrachtgever voor geweest zijn. Voor die ontwikkeling om dat tot stand te brengen. Dus ondanks die verschillende politieke kleuren van onze bestuurders. Blijkt het wel heel goed mogelijk te zijn om toch dit soort gemeenschappelijke
buitengewoon handige voorzieningen tot stand te brengen. Laten we daar nou eens een les uit trekken, dat we dat ook op andere dossiers op die manier doen. En ik denk dat dat... Er zijn goede voorbeelden. Ja, nou ja, en dat is een mooi bruggetje naar wat ik misschien net nog wilde zeggen over versnippering of onsnipperen. Ik denk dat we voor een deel juist weer moeten versnipperen. Dus een aantal van dit soort bouwstenen moeten herkennen die nodig zijn. Dus elke vervoerder in jouw voorbeeld kan zijn eigen kleur treinen, zijn eigen kwaliteit dienstverlening organiseren. En toch kun je als burger gewoon daar vrij tussen bewegen. Nou, en ik denk dat in wat we nu aan het doen zijn, ook met wat dan heet een federatief datastelsel. Of wat we bij gemeente Common Ground noemen. Dus is anders kijken naar die inrichting van ICT. Welke brokstukken zijn nu eigenlijk overal inzetbaar zonder dat daar een politieke kleur aan hangt of een bepaalde onderdeeltje van die meneer Thorbecke. Nou, Thorbecke was geen automatiseerder, dus laten we hem er ook niet steeds inhalen. En ik denk dat als we op die manier kijken naar wat zijn nu brokstukken die goed te gebruiken zijn. Standaarden over duurzame toegankelijkheid. Waarom moet de gemeente die nog zelf verzinnen? Die bied jij mij aan. Dus ik denk dat we op die manier meters kunnen maken en er hoort vertrouwen en loslaten, dat hoort er dan wel bij. Mooi. Ik denk dat wij langzaam richting een afronding gaan. Ik wil je uitnodigen om allemaal één woord, twee woorden. Wat is nou de takeaway van het gesprek wat we afgelopen 2 uur gevoerd hebben? En ik ga gewoon tegen de klok in de tafel rond. Ik zal je even tijd nog geven om erover na te denken, Elsbeth. Thorbecke, ik moest op een gegeven moment ergens een praatje houden. En toen dacht ik, ja, die Thorbecke, digitalisering, best op gespannen voet met elkaar, want dat gaat er natuurlijk allemaal dwars doorheen. En toen dacht ik, nou, toch eens even op Wikipedia kijken, dat is dan mijn informatiebron. En toen kwam ik erachter dat het derde kabinet Thorbecke, dat stond helemaal niet in het kader van de grondwet, misschien wel de architectuurplaat, maar in het kader van de infrastructuur. Spoorwegen aanleggen, infrastructuur bouwen. En eigenlijk is dat ook wel een mooie parallel met het gesprek wat we hier aan tafel voeren volgens mij. Dat gezegd hebbende, Elsbeth, wat is voor jou de takeaway in een kort statement? Uiteindelijk gaat architectuur altijd om hoe je wilt leven. Als samenleving in dit geval. Dankjewel. Daan? Het meest belangrijke vind ik eigenlijk... Oh, wacht even, de microfoon, sorry. Ja. Het meest belangrijke vind ik dat we starten met digitale geletterdheid. Van boven naar beneden. Van boven naar beneden. Dus eerst maar Rutte langskomen en daarna het kabinet en daarna de rest. Ja. Want kijk, zonder digitaal geletterde mensen heb je niks aan een digitale samenleving of digitale informatiehuishouding. Dat ze weten bij God niet wat ze ermee moeten doen. Digitalisering van de top naar beneden. Digitaal vaardig van de top naar beneden. Nou, digitaal Guido. Geletterdheid. Ja. Ja, ik moet het helaas met 2 woorden doen, dat doe ik al heel lang. Er is samenhang nodig op architectuurgebied en er is samenwerking nodig tussen de bestuurders. Samenhang en samenwerking, dankjewel. Erik? Ja, ik zou vooral gaan voor de samenwerking van de ambtenaren met elkaar om de burger zo goed mogelijk van dienst te zijn. En dat doe je met architectuur, het werken met architectuur, niet onder architectuur, maar met, om plezier te hebben, om het glas half vol te zien. En vooral met verandertrajecten die de goede richting in gaan, die convergeren en mensen bij elkaar brengen. En wij zijn ambtenaar en we zijn ook een burger. Dus laten we vooral met elkaar doen. Bij elkaar brengen, ja. Theo? Het is en blijft een middel om de waarden en de ambities van deze samenleving te realiseren. Dankjewel. Ik mocht laatst een congres afsluiten met een paar zinnen. En toen heb ik gezegd, het gaat eigenlijk om KIS. De kust tussen uitvoering en beleid. De KIS, keep it simple, stupid. En ook de kwaliteit, de inspanning, de inspiratie, de samenwerking en het goed met elkaar oppakken. En vandaag dacht ik, love Nora. Ik dacht, dat zijn vast jouw 2 woorden, love Nora. Als een soort overkoepelende referentiearchitectuur die we met elkaar nodig hebben. Ik denk dat we een mooi gesprek hebben gevoerd waarbij er toch wel een zekere consensus aan deze tafel is en ook in de tweede ring. Over het belang van die architectuur om informatiehuizen goed op orde te krijgen. Waarbij het glas toch ook wel echt half vol is op een heleboel plekken. Met een paar hele mooie voorbeelden die we genoemd hebben. Ook zeker in dit laatste stuk kwam dat nog weer naar voren toe. Met een interactie met het publiek, niet alleen in deze bibliotheek, maar toch ook op het scherm. Waarbij we met elkaar vaststellen dat het blijft mensenwerk. En die verbinding tussen mensen is heel erg belangrijk. En we hebben natuurlijk met elkaar structuren bedacht en manieren bedacht om daar ook goed mee om te gaan. Laten we daar maximaal gebruik van maken. En met die happy note geef ik hem door naar het volgende keukentafelgesprek.
We weten nog niet precies wanneer dat plaatsvindt. Ik weet het in ieder geval niet op dit moment. Maar het komt zeker nog. En aan het einde van deze serie keukentafelgesprekken zullen we het geheel ook bij elkaar pakken. En ik ben bijna zeker dat dat tot een brief leidt aan een staatssecretaris, aan een bewindspersoon en misschien wel een heel kabinet om die chefzaggen, die positionering van architectuur, visualisering, het denken in termen van wat hebben onze inwoners en ondernemers nou nodig en hoe vertalen we dat door naar een digitale infrastructuur, naar een digitale samenleving, dat dat essentieel is. Het kan ook niet anders, want die omgeving, die samenleving, die heeft al lang gedigitaliseerd. Die is al lang op volle snelheid. Dat gaat exponentieel door. En wij gaan daarin mee. Dank.